Ik spreek het Amtsgebed uit. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluit te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. U mag weer plaats innemen. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Gemeenteraadsleden, college van wethouders, ambtenaren, u op de publieke tribune en ook als u thuis op een andere manier de vergadering meemaakt. De heer Engels heeft zich afgemeld. Ik kijk de raad verder rond, dat is de enige afmelding. Dan gaan wij, vraag ik u of u allemaal de presentielijst heeft getekend. Ja, kijk. Nee, jammer. Ik dacht, het zou wel een keer helemaal goed gaan. Helaas. Want ik wou zeggen, anders mag u niet stemmen en bent u er gewoon niet. Maar het komt goed. Iedereen tekent. Dan ga ik toch intussen door naar het tweede agendapunt. En dat is vaststelling van de agenda. De fractie van de PVV heeft gevraagd om een interpellatiedebat te houden inzake de PUR-kwestie. En het presidium heeft besloten om dit agendapunt voor de bespreking, dus op de bespreekagenda te zetten, dus voor agendapunt 10, dit punt te bespreken. Kunt u daarmee instemmen? Dan doen we dat, dus dan wordt dat punt voor agendapunt 10 behandeld. Dan heeft de fractie van de VVD aangegeven een motie vreemd aan de orde. Dat betekent dat er een motie aan de orde komt die niet met een van de agendapunten te maken heeft om die te bespreken. En ik geef de heer Kobus het woord. U mag kort toelichten en een motie indienen en dan stel ik uw raad voor, is ook in het presidium al voorbesproken, om dit punt als laatste punt voor de sluiting met elkaar te bespreken. Heer Kobus, aan u het woord. Ja, hij doet het? Oké. Okay. Ja, de motie vreemd aan de orde over de Parlement Koopzondag. Die willen we graag indienen aan het eind van deze vergadering. Om te komen tot een wijziging van de verordening winkeltijden, zodat het college vrij is om een pilot te gaan toestaan. Dank u wel, dan kan u ook die motie ingediend worden. U heeft hem al, dus kan die straks rondgedeeld worden, zodat iedereen de motie kent en daarover gesproken kan worden als laatste punt voor de sluiting. Ik ga ervan uit dat u allemaal akkoord gaat daarmee. Ja, dan doen we dat zo. Dan is ook net in het presidium aan de orde geweest. Agendapunt 12, bestemmingsplan Westerhaar-Fries, Veensewijk, partiële herziening, Vinkenweg 56. Daar waren geen woordvoerders die zich via hun fractievoorzitters aangemeld hebben. En ik stel voor om ook dit onderdeel naar de akkoordagenda te verplaatsen. Nou, ik kijk toch nog even de raad rond of u daarmee akkoord kunt gaan. Iedereen akkoord, dan wordt agendapunt 12. Komt na agendapunt 9 op de akkoordagenda. En hetzelfde geldt voor agendapunt 13, bestemmingsplan Frieseveen, Lintbebouwing en Centrumgebied, partiële herziening Westerweilandweg. Kunnen we dat ook naar de akkoordagenda verplaatsen? Ook in het presidium is aangegeven dat er geen woordvoerders zijn en dat het ook naar de akkoordagenda gaat.
al dus besloten. Dus hebben we de agenda op een aantal punten aangepast. Wil iemand daar nog over het woord? Kunnen we de agenda conform het voorstel wat ik net gedaan heb besluiten? Dan is de agenda conform vastgesteld. En ik hoop dat ik niets oversla. Maar daar heb ik de griffier voor om mij goed in de gaten te houden. Dan ga ik nu naar agenda punt 3, het vragenhalf uurtje. En ik geef het woord aan de heer Veldmeijer, want die heeft een aantal vragen voor het vragenhalf uurtje aan u het woord. Vragenhalf uurtje wil niet zeggen dat u een half uur het woord krijgt. Dat zal duidelijk zijn. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Goed. Voorzitter, de PVV heeft weer vragen over het bermbeheer in onze gemeente. Onder het mom dat het goed is voor de bloemetjes en de bijtjes, worden bermen in onze gemeente niet onderhouden of slecht onderhouden. Het ziet er niet uit wat ons betreft. Daar waar je vroeger met de hond in het gras kunt lopen, moet je nu over de weg waar auto's je met grote snelheid passeren. En ook uit gesprekken met inwoners van Twenterand, voorzitter, hebben we gesprekken met mensen die zeggen, ja, wij kijken uit op een strook die is zo onverzorgd. Het ziet er gewoon niet uit, de buurt is aan het verpauperen. Van ons wordt verwacht dat we ons huis, onze tuin netjes onderhouden en de gemeente maakt er een puinhoop van. En dus gaan die mensen op een gegeven moment toch die berm zelf maaien, zodat het toch een beetje netjes uitziet. En wij, de PVV, wij snappen deze mensen heel goed en we hebben daarom ook de volgende vragen. Is dit zogenaamde ecologische bermbeheerbeleid gewoon niet een ordinaire bezuiniging op groen onderhoud? Vraag 2. Snapt u de mensen die zelf gaan maaien omdat ze niet uit willen kijken op een strook vol hoog gras en onkruid? Zij onderhouden hun, ik zei het al, huis en tuin met veel zorg en moeten nu lijdzaam toezien hoe hun uitzicht aan het verpauperen is. Vindt u ook niet dat delen van onze gemeente verpauperen als gevolg van dit geitenwolle sokkenbeleid? Vraag 4. Gaat u het besluit ecologisch bermbeheer terugdraaien? Of gaat u het op bepaalde plekken weer netjes maaien, zodat inwoners zich niet meer hoeven te storen en te schamen aan en voor verwilderde stroken gras? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel. Even de procedure voor vragen in het vragenhalf uurtje. De vragensteller krijgt eerst het woord, dan het college, dan de vragensteller in tweede termijn. En dan kunnen ook de overige leden van de raad een vraag stellen aan het college. En dan antwoordt het college. Dan is het vragenhalf uurtje wat dit betreft, dit onderwerp, afgehandeld. Wethouder Koster zal namens het college het woord voeren. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, met betrekking tot het bermbeheer heeft de heer Veldmeijer een aantal vragen gesteld. En ik zou de heer Veldmeijer in naar aanleiding van die vragen als volgt willen antwoorden. Uw raad heeft op 20 december 2016 een motie aangenomen waarin verzocht werd om actie te ondernemen met betrekking... Ja, de motie kreeg later de naam bijenmotie. Om in ieder geval actie te ondernemen met betrekking tot het onderhoud van bermen. Waardoor de leefbaarheid er ecologisch verantwoord bermbeheer zou plaatsvinden. Op 11 juli vorig jaar, mevrouw de voorzitter, heeft uw raad een notitie bereikt, een raadsbrief, waarin uitgebreid is ingegaan hoe wij dat bermbeheer voor ogen zien. Uw raad heeft geen aanleiding gezien om deze raadsbrief te agenderen voor een debat. Dat betekent dat wij uitvoering hebben gegeven aan de desbetreffende motie. En dat behelste dus dat wij op deze manier, volgens de notitie die u vorig jaar is toegestuurd, het bermbeheer actief ter hand hebben genomen. Ik begrijp uit de vragen die de heer Veldmeijer heeft gesteld, dat hij daar kennelijk niet gelukkig mee is. Ja, voor mij is het niet anders dan uitvoering geven aan een motie, vastgesteld door uw raad. Als de heer Veldmeijer inderdaad daar niet tevreden mee is, en in de beantwoording van zijn eerste vragen in mei, heb ook aangegeven dat dat ook een persoonlijke kwestie is, persoonlijke smaak.
Ja, als meneer Veldmeijer dat van mening is, dan geef ik hem in overweging om andermaal dit onderwerp te agenderen voor een raadsdebat. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan geef ik de heer Veldmeijer in tweede termijn het woord om aanvullende vragen te stellen aan het college. Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik begrijp de argumentatie van de wethouder heel goed en ik snap dat hij niet zijn persoonlijke mening hier kan gaan verkondigen. Maar dat betekent dat wij inderdaad bij de eerstvolgende raadsvergadering of wellicht bij een raadsdebat dit onderwerp aan de orde stellen. Want we spreken niet alleen voor onszelf, maar ook voor heel veel inwoners. En nou goed, dan komt dat binnenkort weer aan de orde. Dank u wel. Dan kijkt nog de raad rond of er nog andere aanvullende vragen. De heer Reusken heeft nog een vraag aan het college. Kijk of aan de vraag stellen kan ook. De heer Reusken, u als laatste het woord voordat ook het college u moet antwoorden. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel erg blij met de vragen van de PVV. Want wij hebben onlangs dezelfde vragen aan het college gesteld als het ging over de PVV of over het Bernbeheer. Alleen ons doel is een heel andere dan die van de PVV. Want wij zijn juist degene geweest die de motie hebben ingediend waar de heer Koster op wijst. En wij zijn heel erg blij met de manier waarop dat nu handen en voeten gegeven gaat worden. En wij hopen ook dat dat een vervolg gaat krijgen. En daar is ook draagvlak voor in deze raad. Want we hebben met elkaar inderdaad die motie aangenomen. En we hebben met elkaar ook gezegd dat we dat gaan uitwerken. En ik ben onlangs ook op een raadsinformatiebijeenkomst geweest waar wij door de buitendienst zijn rondgeleid langs plekken waar dat gebeurt. En ik moet ook zeggen dat ook de ambtelijke organisatie en ook de mensen die daar mee werken en ook de mensen die daar wonen aangeven dat het een verrijking is. Tegelijkertijd laten we ook niet vergeten, dit doen we niet voor niets. Dit doen we ook om dat ecologische Bernbeheer, als het gaat om de bijen en de biodiversiteit, een stimulans te geven. We hebben het onlangs ook gehad over de eikenprocessierups. Die willen we ook bestrijden. En een van de mogelijkheden die daar gebruikt bij kunnen worden, is dat ecologisch Bernbeheer. En ik zou dan de heer Veldmeijer een cadeautje willen geven. Ik heb geitenwolle sokken bij me, maar die hou ik zelf. Nou, degene die mij niet geloven, ik heb ze echt bij me. Alleen, die ga ik zelf houden, want de winter komt eraan en ik heb graag warme voeten. Maar wat ik wel voor u heb, is een akkerbloemsel. Volgens mij woont u hartstikke mooi en volgens mij is daar ook ruimte voor. Ik zou zeggen, probeer het eens en dan gaan we samen dat debat aan. Dank u wel, voorzitter. Goed, dank u wel. Ja, als u, ja, dat vind ik wel, het mag wel even. Het is wel tegen alle regels in, maar goed, soms ben ik, als was in uw handen, als u wel even het goede kaartje er weer in doet, meneer Veldmeijer, anders dan spreekt u namens, ik geef u kort het woord om een reactie te geven richting de heer Reusken. En dan ga ik ervan uit dat het debat ook nog gevoerd wordt tijdens een raadsdebat. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Nee, ik snap best, voorzitter, zeg ik tegen mijn collega, dat je op bepaalde plekken dat je die bloemetjes laat komen. Maar ik woon zelf, en dat is voordeel als je in de gemeenteraad zit aan het Zwolse Kanaal. En daar is het echt geen gezicht. Je hebt het gevoel dat de buurt aan het verpauperen is. En het gevolg is ook dat mensen de rotzooi eerder kwijt gooien in het gras, want je ziet het toch niet. En de drollen van honden zie je ook niet. Maar dat is weer een bijkomend voordeel. Maar het ziet er niet uit. En juist op die plekken waar het zorgt voor een verpauperde omgeving, daar zou ik willen dat er wel degelijk gemaaid wordt. En u maakt mij niet wijs dat dat tienduizenden bijtjes scheelt. Maar goed, we gaan binnenkort het debat aan. Dat lijkt me een zeer goede afsluiting die ik ook als voorzitter ondersteun. Het debat krijgt een vervolg tijdens de raadsdebatten. Dan ga ik over, er waren niet meer vragen voor het vragen een half uurtje aangemeld. Dan ga ik over naar de vaststelling van het verslag van de raadsdebatten van 18 september 2018 en op 19 september 2018. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel u dan ook voor om de verslagen ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dit is niet het geval, dan is al dus besloten.
Dan vaststelling, agenda punt 5, vaststelling besluitenlijst 17 juli 2018. Ook daar zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt dan ook om deze besluitenlijst vast te stellen. Wenst iemand stemming? Zo niet, dan is deze besluitenlijst vastgesteld. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Mijn voorstel is om de procedurevoorstellen, zoals ze achter de verschillende ingekomen stukken staan, om die zo vast te stellen. Wil iemand daarover het woord? Niet, dan wordt het conform. De procedurevoorstellen worden verder in routing gelegd, daar we nodig. Al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En dan ga ik eerst naar de geprioriteerde maatregelenlijst verkeersvisies gemeenterand Twente. Gemeente Twenterand. Ja, en dan wordt er ook het financiële consequenties zijn in het raadsbesluit opgenomen voor de komende 4 jaar. Wens iemand hierover nog een korte stemverklaring af te leggen? Wens iemand stemming? Dan is dit voorstel aangenomen. Dan ga ik naar het voorstel bestemmingsplan buitengebied Twenterand partiële herziening Postinkkamp 9 en 13. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is dit voorstel aangenomen, unaniem, die andere ook. Dan ga ik naar agenda punt 9, bestemmingsplan Westerhaar-Friesveenswijk 2015, partiële herziening Hoofdweg N790. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar punt 12, die naar de akkoordagenda is gegaan. Het bestemmingsplan Westerhaar-Friesveenswijk partiële herziening Vinkenweg 56. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 13, wat ook naar de akkoordagenda gegaan is. Bestemmingsplan Frieseveen, lintbebouwing en centrumgebied partiële herziening Westerweilandweg L2540. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het interpellatiedebat. En ik geef de heer Veldmeijer het woord. Dank u wel, voorzitter. De familie Keizer zit hier op de tribune. Ik geef al aan hoe belangrijk dit vanavond is. Dus ik hoop dat we daar ook even de tijd voor kunnen nemen. Voorzitter. De PVV heeft een interpellatiedebat aangevraagd over het Peurhuis in Friesenveen. Iedereen heeft er al over gelezen of van gehoord. Je hoeft het woord Peurhuis maar te noemen. En waar je ook bent en met wie je ook spreekt, iedereen kent het verhaal van de familie Keizer. Iedereen leeft ook mee met de familie Keizer. Na het bezoek vorige week met de fractievoorzitters van de ChristenUnie, de SGP en de VVD, durf ik wel te stellen dat iedereen weliswaar meeleeft met de familie, maar niemand zich echt kan verplaatsen in de hel waar het gezin doorheen is gegaan en nog steeds doorheen gaat. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Een hel die al 5 jaar duurt. En hoewel de hel van de familie Keizer is opgepikt door de Tweede Kamer en zelfs minister Ollengren, is duidelijk dat we vanuit de Ivoren Toren Den Haag niets hoeven te verwachten. Wel komt er een onderzoek door de Gezondheidsraad naar het gebruik van PUR, maar daar heeft de familie niets aan, want die resultaten zijn pas over 2 jaar te verwachten. De PVV Overijssel heeft vorige week gedeputeerde Traag gevraagd, een moreel appel gedaan op de gedeputeerden, om mee te helpen naar het zoeken van een oplossing. Ze zou schriftelijk antwoorden, maar vooralsnog hebben we nog niets van haar vernomen. Kortom, voorzitter, de bal ligt wellicht bij ons, de gemeenteraad van Twenterand. En het einddoel van de PVV in dit debat is het doorhakken van knopen. De strop die al 5 jaar om de familie hangt, moet eraf. Deze mensen staan al 5 jaar stil, hebben huis en haard verloren, zitten diep in de financiële ellende en hebben last van chronische gezondheidsproblemen.
en dat wens je je ergste vijand nog niet toe. En mij bekroopt veelvuldig de gedachte, voorzitter, dat de heer Keizer het huis beter in de fik had kunnen steken. Dan had de opstalverzekering een paar ton uitgekeerd en was de familie Keizer beter af geweest. Ze hebben het niet gedaan en dit tekent de familie. Laten we hun eerlijkheid belonen met een eerlijk debat. En hierbij hoort dat we niet wegduiken of om de feiten heen draaien. We moeten naast deze mensen gaan staan en niet tegenover hen. En ik verzoek het college volledige openheid van zaken te geven, niet dingen weg te laten of eromheen te draaien. En we hebben het gevoel, voorzitter, dat we alleen bij volledige transparantie een oplossing kunnen creëren in dit langslepende conflict. Er zijn twee hoofdvragen, voorzitter. De eerste hoofdvraag is, wie gaat de rekening betalen van 62.000 euro? En de tweede hoofdvraag is of de gemeente deze familie voldoende heeft ondersteund, dan wel een voldoende constructieve houding heeft gehad bij een zeer groot probleem waar de familie zelf partner deel aan heeft gehad. Met funeste gevolgen op financieel gebied en op het gebied van hun gezondheid. En om deze hoofdvragen te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal deelvragen geformuleerd. En hoewel de familie teleurgesteld is in de voormalige burgemeester, die nooit met de familie om de tafel is gaan zitten, ondanks een aantal uitnodigingen, komen ze op de koffie, wil ik me beperken tot de belangrijkste en redelijk recente contacten met de gemeente. Met de gemeente en ambtenaren. Vraag 1. Na afloop van het eerste evaluatiegesprek, nog niet zo lang geleden, in september, kreeg de familie de indruk dat de wethouder denkt dat de familie alles in scène heeft gezet. En aan de wethouder vragen wij of dit waar is. Wij kunnen ons zich dat niet voorstellen, maar we vragen ook hoe kan het dat deze indruk is ontstaan bij de familie. Vraag 2. Klopt het dat de gemeente deze familie nooit vervangende woonruimte heeft aangeboden? De mensen waren alles kwijt, hadden geen dak meer boven hun hoofd. En dan zou je verwachten, voorzitter, dat de gemeente de helpende hand biedt. En klopt het dat hoewel het gezin uiteindelijk bij een van de ouders ging wonen, dat er nimmer door de gemeente is gevraagd of het gezin wellicht behoefte had aan zelfstandige woonruimte? En klopt het, voorzitter, vragen wij aan de wethouder, dat de heer Keizer bij de gemeente gemeld heeft dat hij een paar bouwketen op het terrein wilde zetten, zodat het gezin hier tijdelijk zou kunnen wonen, zou kunnen leven. Maar dat de gemeente heeft gezegd dit niet te zullen accepteren en dat deze keten binnen 2 maanden afgebroken moeten worden en afgevoerd moeten worden. En dat de kosten daarvan, wanneer het door de gemeente zou plaatsvinden, op het bordje van de familie zou komen te liggen. Klopt het dat vrijdagmiddag 20 juli het college de familie sommeert op de dinsdag erna, we spreken dan over 24 juli, sommeert dat al het afval moet zijn opgehaald. En dat het college op dat moment in de veronderstelling zijnde dat er sprake was van een onveilige situatie, de familie notabene vroeg het afval zelf af te dekken en te besproeien met water. Hoe kon u dat eisen op dat moment, terwijl u onder veronderstelling was, op dat moment nog dat er sprake was van een situatie waarbij de gezondheid in het geding was? En men had geen materiaal om af te dekken, men had geen water om het te besproeien en men was zeker niet in het bezit van veiligheidskleding om hen te beschermen. Bracht u hierdoor de familie en iedereen die hulp zou bieden op dat moment niet in een onveilige situatie? Vraag 5. Klopt het dat de gemeente nooit is teruggekomen op deze sommatie? Met andere woorden, inwoners worden gesommeerd iets te doen, er hangt een boete boven het hoofd. En vervolgens komt de gemeente er niets meer op terug. Terwijl de gemeente gezegd zou hebben dat op woensdag er gehandhaafd zou worden. Vraag 6. Klopt het dat Hein Heun het afval niet op wilde halen toen de familie dit zelf aan Hein Heun vroeg? Maar toen de gemeente het vroeg, wilde Hein Heun het wel doen. Wat zorgde ervoor dat Hein Heun dit wel deed op verzoek van de gemeente en niet op verzoek van de familie? Wat was er veranderd? 7. Klopt het, vraag ik aan de wethouder, voorzitter, dat er een analyse is geweest, 1 dag voor het ophalen, waaruit bleek
dat het om ongesorteerd afval zou gaan, bouwafval, zonder gevaar voor de volksgezondheid. Wie heeft deze analyse uitgevoerd, in opdracht van wie, en waarom, als het ongesorteerd bouwafval zou zijn geweest, of zou zijn, waarom kon het dan niet nog een paar maanden blijven liggen? En waarom is het toen niet tegen de familie gezegd, goh, het gaat om ongesorteerd bouwafval, laat het maar liggen en stort het zelf maar. Want er was immers geen gevaar. Vraag 8. Hele belangrijke vraag. Klopt het dat het afval in opdracht van de gemeente is opgehaald zonder toestemming van de familie? Klopt het dat de familie vroeg wat de kosten van het ophalen zouden zijn en dat de gemeente hierop geen antwoord kon of wilde geven? Is het dan niet logisch dat de familie dan geen toestemming gaf? Juist omdat ze bang waren voor hetgeen er ook daadwerkelijk gebeurd is. Namelijk een enorme hoge factuur. En klopte dat een ambtenaar heeft gezegd het toch op te halen, ondanks dat er geen toestemming was? Vreemd, want er was toch geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de analyse een dag ervoor. En klopte dat de gemeente zegt een e-mail gestuurd te hebben met hierin de gemaakte afspraken over onder andere het ophalen? De familie Keizer zegt meerdere malen deze bewuste e-mail nooit te hebben ontvangen en vraagt een paar keer om deze e-mail alsnog op te sturen. Klopt dit? En heeft u deze e-mail alsnog gestuurd? Of bestaat deze e-mail überhaupt niet? En klopt het dat de gemeente gezegd heeft dat de familie akkoord is gegaan met het ophalen, omdat ze niet gereageerd heeft op de betreffende e-mail die de familie nooit ontvangen heeft, onder het mom, wie zwijgt, stemt toe. En klopt het dat de familie nooit een factuur heeft ontvangen? Ik ben bijna bij het einde. Nou, ik wil er toch wel even dit ook van zeggen. Volgens het reglement van orde moet het verzoek wat hij doet bij mij als voorzitter een duidelijke omschrijving van het onderwerp geven waarover inlichting worden verlangd, als mede te stellen vragen. Ik constateer dat u heel andere vragen stelt als ik ontvangen heb. Ik constateer dat en ik denk dat het goed is om straks even te kijken hoe het college hierop in kan gaan. Want dat is wel een verschil met datgene wat u aan mij heeft doen toekomen. Dus dat wil ik wel even gepositioneerd hebben. Maakt uw verhaal af, kort, en dan kijk even naar de wethouder hoe zij of zij meteen wil gaan, of dat ze zegt, ik wil eerst schorsen, want dit is wel anders als wat mij toegekomen is. Meneer Veldmeijer, heel kort, vervolg uw betoog. Het klopt dat het deels anders is, en dat komt natuurlijk omdat wij input hebben gehad naar het verzoek. Wel, maar u had dat nog wel kunnen doen. Even voor alle duidelijkheid, meneer Veldmeijer, dat is het reglement. Daar houden wij ons aan, daar bereiden we ons op voor. Dat wil ik wel even heel duidelijk gepositioneerd hebben hier. Dan kun je zeggen, we hebben andere informatie, maar dan nog had u van tevoren het toe kunnen sturen. En als het niet binnen 48 uur had geworden, dan had u dat anders kunnen aangeven, ook aan mij als uw voorzitter. Ja, plus voorzitter, als je kijkt naar het appellatieverzoek, de aanvraag, dan de vragen die daarbij hebben gesteld, die komen uiteraard aan de orde op het moment dat deze vragen beantwoord worden. Maar klopt het, ik vervolg mijn betoog voorzitter, dat de familie nooit een factuur heeft ontvangen van die 62.000 en die hier ook om heeft gevraagd, maar nog niet heeft ontvangen? En wat is de omschrijving op die factuur? En klopt het dat het afval op de Veluwe is gestort, op een asbeststortplaats? Hoe kan dat nu? Want het was toch ongesorteerd bouwafval? Voorzitter, de familie vindt en vond dat de gemeente niet naast hen stond, maar tegenover hen. De familie is zeer teleurgesteld dat ze geen onderhandelingspositie hadden, maar met de rug tegen de muur zijn gezet. En voorzitter, we willen eerst antwoorden op de gestelde vragen en zullen ons beraden op de volgende stap. Maar dit is uiteraard volkomen afhankelijk van de antwoorden die we krijgen. En zoals gezegd dienen deze vragen er om achter te komen of de familie de factuur moet betalen of de gemeente. Natuurlijk is hier sprake van een private kwestie tussen een particulier en een bedrijf dat zijn werk niet goed heeft gedaan. Maar cruciaal is of de gemeente wel goed is omgesprongen met de situatie. Was niet veel eerder een conclusie te trekken over het afval, chemisch gevaarlijk of ongevaarlijk. En of het afval opgehaald is met of zonder toestemming. Stop. Nu ga ik stoppen. U zei net, ik ben bijna klaar. Ja, ik ben bijna klaar. Nee. Laatste blaadje. Het wordt einde. U heeft voldoende vragen gesteld. Ik zet hier een punt. Ik kijk, ja. Eén minuutje heb ik nodig, voorzitter. Ik zet hier een punt. Want ik vind dat u gewoon niet conform ons reglement handelt.
En ik ben uw voorzitter om conform het reglement handelen. Ik heb u volledige ruimte gegeven om heel veel vragen te stellen. U gaat maar een tweede termijn doen. Ik zet hier een punt, meneer Veldmeijer. Ik krijg nog een tweede termijn, denk ik. Uiteraard, conform het reglement van orde. Mevrouw Van Appemaar, wethouder Van Appemaar, zal namens het college reageren. Ik kijk even naar de wethouder of u dat meteen doet. Ja, aan u het woord, wethouder. Voorzitter, dank. Terecht stelde u ook al vast dat de gestelde vragen hele andere vragen zijn dan wij hebben ontvangen. Ik heb hier een viertal vragen liggen die ingediend zijn op 9 september. En dat zijn de vragen die conform ook de regels van het interpellatiedebat ook ambtelijk van antwoord voorzien zijn. Dus voorzitter, met uw welnemen zijn dat ook de vragen die ik hier beantwoord. En daar waar mogelijk wil ik proberen daar nog iets ruimer over te antwoorden, maar ik moet wel vaststellen dat de vragen die de heer Veldmeijer gesteld heeft dermate gedetailleerd zijn dat ik gestopt ben met het schrijven van de vragen. Het is te veel om dat zo mondeling te doen. Dus het is aan u ook hoe u daar verder mee omgaat. Voorzitter, wat in ieder geval duidelijk is, en de heer Veldmeijer begon daar in zijn inleiding ook al mee, dat het per huis, zoals dat ook in de volksmond is gaan heten, in de zomer van 2018 inderdaad heel veel aandacht heeft gehad. En niet alleen in 2018, maar dit is een dossier wat al veel langer speelt. En voorzitter, laat ook helder zijn dat dit ook een dossier is wat op onze compassie mag rekenen. Dat geldt voor deze gemeente. Dat geldt voor mij persoonlijk als wethouder. Want eigenlijk in 2016 kwam ik voor het eerst in aanraking met de familie Keizer. Het was tijdens een werkbezoek op een bedrijf wat ook in de familie Keizer is met een horecagelegenheid, ook aan de Hofmansweg. En vervolgens kwam ik ook op de hoogte van de situatie rond een van de zonen van de familie Keizer, laat ik het zo zeggen. En dat vraagt ook onze empathie daarin. Want, voorzitter, laat helder zijn dat het probleem voor de familie Keizer, voor Rick en Frederike, nog steeds niet opgelost is. Zij hebben nog steeds niet een huis. Er is inmiddels wel een huis gesloopt. Maar dat is, ja, het is gewoon buitengewoon naar dat het zo verlopen is voor de familie. Neemt niet weg, voorzitter, dat de gemeente en ook voor het college, wij altijd wel oog hebben gehad voor onze eigen bestuurlijke rol in. En dat betekent ook dat wij niet alleen maar aandacht moeten hebben voor deze situatie, maar dat wij ook geacht worden om al onze burgers gelijk te behandelen. En om dat te illustreren, ga ik nu toch even in op de eerder gestelde vragen van september. En dat zal hopelijk ook duidelijk maken hoe het college hier ook in zit. Want de eerste vraag die door de heer Veldmeijer gesteld is, is in de periode 2013 tot aan het moment dat de familie het huis wilde gaan slopen contact geweest met de familie over de door hen ervaren problemen op het gezondheidsvlak. En dan is het antwoord ja. Er zijn diverse gesprekken geweest in relatie tot de mogelijkheden. Ik verzoek de heer Veldmeijer om eerst de wethouder haar verhaal, haar betoog te laten houden. Want anders wordt het steeds maar weer een interruptie. Wethouder, aan u het woord. Er is meegedacht en afgewogen welke stappen gezet konden worden. De gemeente heeft in 2016 de GGD gevraagd om advies. Ook toen bleek dat er geen sprake was van een gevaarlijke stof. En geadviseerd aan de familie is om TNO of een ander gespecialiseerd bedrijf nader onderzoek te laten verrichten. De familie is hier niet in meegegaan. Een tweede vraag, wat is de rol van de gemeente in kwesties als deze? En ons antwoord is, wij hebben geen andere rol dan een reguliere sloop zonder asbest. Voor sloop met PUR bestaan geen normen en toetsingskaders.
Is er overeenstemming bereikt met de familie over de te betalen kosten? Dan is het antwoord nee. Dat gesprek wat met de heren Keizer is gevoerd, met de gemeentesecretaris over de afhandeling, daar is wel verslag van gemaakt. En ook daarin staat dat er met de familie ook afgesproken is dat dit samen opgepakt zou worden. Maar er is geen overeenstemming over de te betalen kosten. Specificaties over de opbouw van de factuur, die kunnen worden toegezonden, meneer Veldmeijer. Ook een van uw vorige vragen. En uw vraag of er aan het bedrag nog wat te doen is, is ons antwoord nee. Want er zijn kosten gemaakt en het bedrag is marktconform. Was alle commotie in de media, in de raad en bij de inwoners niet te voorkomen geweest? Daar is het antwoord op. De gemeente heeft de media niet in de zaak betrokken. Communicatie gaat nou eenmaal erg snel. En door snelle oordeelsvorming komt waarneming soms stil te staan. Heeft het college haar rol goed vervuld op alle onderdelen? Communicatie, problemen in de kiem smoren, afhandelen. En voorzitter, dan is mijn antwoord namens het college ja. Want het gaat hier wel om een private overeenkomst. Twee private partijen. En de gemeente heeft een van die private partijen bij willen staan om in gezamenlijkheid tot een snelle en gedragen oplossing te komen. Wat wij gedaan hebben is bemiddelen met de afvalverwerkers. En als ik mij niet vergis is een van de vragen ook waarom lukt het de gemeente wel om het afval te laten afvoeren. Wij hebben gewoon contact gehad met een van onze afvalverwerkers en wij zijn daar verder goed uitgekomen en vervolgens is het afval ook daadwerkelijk afgevoerd. En de laatste vraag van 9 september. Het is de PVV opgevallen dat de media en de Tweede Kamerleden achter de familie staan. Dat is ook een stuk beeldvorming. En de zaak serieus nemen, maar dat de gemeente vooral de schuld bij de familie legt. Dit beeld is bij de PVV ontstaan en de PVV wil daar ook opheldering over. Nou, ik heb daar net ook al even wat over gezegd. Beeldvorming is inderdaad iets wat hier heel erg speelt, maar feitelijk is nog steeds dat sloop een reguliere sloop is zonder asbest. En daarvoor geldt een reguliere procedure. De gemeente was feitelijk geen partij. Voorzitter, het college heeft ervoor gekozen om deze beantwoording redelijk feitelijk te doen. Daarmee zou de indruk kunnen ontstaan, waar ik eigenlijk mijn verhaal aan mee begonnen ben, dat de gemeente geen enkele compassie heeft met de familie Keizer. Laat ik hierbij ophelderen dat dat niet het geval is. Mijn eigen contacten met de familie zijn ook altijd vanuit compassie geweest. Omdat wij ook gezien hebben dat de familie best een probleem heeft. Maar wij hebben ook duidelijk moeten zijn in de rol die wij zelf als gemeente hebben. En wij moeten daarin geen onderscheid maken tussen de ene familie en tussen al onze andere burgers. Voorzitter, dit is wat ik namens het college hierover wilde zeggen. Dank u wel. Dan conform het reglement van orde krijgt eerst de interpellant in tweede termijn het woord. Dan de overige gemeenteraadsleden indien ze dat wensen. En dan zal ook de wethouder namens het college daarop ingaan. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, de tweede termijn. En dan wil ik ook graag even terugkomen op hetgeen wat net gezegd is door de wethouder met de goedvinden. Tot slot, voorzitter, dat is de tweede termijn. Daarna kom ik op hetgeen wat de wethouder gezegd heeft. Verder vindt de PVV dat het college deze zaak, en dat hebben we ook al via de mail laten blijken, onvoldoende met de raad heeft gecommuniceerd. De raad moest alles uit de media vernemen. Het onvoldoende communiceren met de raad, maar ook met de inwoners, heeft ertoe geleid dat er paniek ontstond bij vooral de omwonenden. Hoe gaat het college dit voortaan anders doen? En natuurlijk, er is na de hand een update geweest, maar we moesten eerst boos worden om dat voor elkaar te krijgen. Gaat dit voortaan anders bij soortgelijke kwesties, vraagt de wethouder.
Voorzitter, wil ik even graag terugkomen op hetgeen wat de wethouder net heeft gezegd. In het verzoek tot interpellatiedebat per kwestie op 9 september 2018 staat... de PVV wil een debat met het college waarin de volgende zaken centraal staan. En ja, er staan een aantal vragen, maar de belangrijkste zin is dat wij een debat willen... waarin die volgende zaken, zoals vernoemd in die punt 4, in die vier punten, die moesten centraal staan. Nou, en aan de hand daarvan stel je deelvragen. Dat is heel normaal in een debat. Dus op het moment dat er gezegd wordt, u stelt niet de juiste vragen, dit heeft een totaal andere strekking dan uit het interpellatiedebat blijkt, het verzoek althans, dan betwist ik dat ten stelligste. Want het enige wat ik wil is een open debat met u. En ik zie nu een wegduikende wethouder. Een wethouder die de woorden compassie in haar mond neemt, maar uit niets blijkt, u moet u zelf maar terugkijken straks, uit niets blijkt enige compassie. Totaal geen empathisch vermogen, absoluut niet. U benadert het allemaal heel zakelijk. En dit gaat verder dan een conflict wat zakelijk is. Want mensen zijn chronisch ziek geworden. Mensen hebben huis en haard verloren. Knuffels zijn verbrand van de kinderen. Mensen moesten elders gaan wonen. Mensen zitten financieel in zak en as. En ik word er emotioneel van. En op een gegeven moment moet je ophouden met het zakelijke. Dan moet je ook op het andere vlak ondersteunen en hulp bieden. Dus waar is die compassie waar u het over heeft? En de vraag is dan, voorzitter, als ik dan geen antwoorden krijg. U had namelijk, vind ik, moeten doen, voorzitter, mag ik een half uur schorsen en dan zorgen dat ik antwoorden kreeg. Dat had ik gedaan, dat is compassie. Maar mijn vraag aan u is, hoe gaan we nu verder? Want ik heb daar een familie op de tribune zitten, of wij hebben dat, inwoners, die hebben recht op antwoorden na 5 jaar. En het wordt dus tijd dat we antwoorden gaan geven. En misschien is dat niet het antwoord waar de familie op zit te wachten, of helemaal op zit te wachten, maar ze hebben het recht op een antwoord na zoveel jaar. En het moet nu eens afgelopen zijn met het wegduiken, maar nu moet u staan voor uw inwoners. Dus mijn vraag aan u, voorzitter, hoe gaan we nu verder? Wanneer krijgen wij antwoorden op deze belangrijke vragen? Want deze vragen leiden namelijk toe tot een afweging. Wie moet de rekening betalen? Heel belangrijk. Meneer Veldmeijer, ik wil er toch even op wijzen dat u niet al deze vragen gesteld heeft conform het reglement. U zegt wel, daar staat iets in, maar je moet ook even naar de letterlijke tekst van het reglement kijken. Ik stel voor dat ik eerst met de fractievoorzitters overleg heb hoe we hiermee verder gaan. Die stap neem ik dus en daarmee, want omdat het ons allen aangaat, omdat het niet conform gehandeld is, kunnen we niet de vinger bij de wethouder leggen, moeten we naar onszelf kijken. Dus vandaar dat ik nu de vergadering voor 10 minuten schors en graag met de fractievoorzitters overleg wil. Goed, ik kijk, de griffier neemt ook weer plaats en de raad kan niet zonder de griffier vergaderen. Er is overleg geweest in het presidium, zeker de fractievoorzitters. En wij stellen voor dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om vragen schriftelijk te stellen aan het college. En dat hier een raadsdebat over wordt gehouden. En dan kijk ik even naar mijn rechterkant wanneer de raadsdebatten zijn. Zodat het op een zorgvuldige manier gaat gebeuren. 31 oktober, op een van die twee avonden zal het raadsdebat plaatsvinden. Zodat ook alle andere fracties de gelegenheid krijgen om de vragen aan het college te stellen. Zodat die schriftelijk beantwoord kunnen worden daar waar kan. En vervolgens gaan we het debat houden op een van die twee avonden. Ik besef dat het heel onbevredigend is, maar we moeten wel conform het reglement handelen. En ook het stellen van vragen en het juiste beantwoording door het college valt daaronder. Dus vandaar dat het presidium, zeker de fractievoorzitters, dit aan u voorstellen. En ik zou ook willen voorstellen om nu het interpellatiedebat te besluiten en dat voor te zetten in een raadsdebat op 30 of 31 oktober. En u krijgt nog via de Griffie te horen tot wanneer u vragen kunt instellen. Insturen, zodat iedereen ook alle vragen beantwoord krijgt. Wil iemand daarvan de raadsleden daarover nog het woord? Dan besef ik dat het teleurstellend is voor de publieke tribune, maar ook u heeft recht op een
zeer zorgvuldig debat. Ik ga over naar het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt over de BEERAP. En ik weet dat u altijd de stukken ontzettend goed leest. Maar voordat u straks zegt van college, er staat een fout in de BEERAP, wil ik u er toch op wijzen dat in de inleiding op pagina 2 staat dat deze BEERAP sluit met een nadeel van 188.570,47. En het moet 184.000 zijn. Maar het klopt niet met het besluit wat u gaat nemen. Dus voordat u allemaal straks komt in uw eerste termijn van, daar staat een fout in. Dus voor de grootste voor- en nadelen daarboven staat 188 en het moet 184 zijn. Voor de goede lezers onder u, en dat bent u allemaal. Ja, dan ga ik over tot de behandeling van de BEERAP 2018. En ik geef de heer Elsinga het woord. Aan u het woord, meneer Elsinga. Dank u, voorzitter. De bestuursrapportage van 2018, oftewel voor de kijkers en luisteraars, een overzicht van hoe het er nu toe gaat in 2018 tot 1 augustus. Ik blader het maar even door en noem maar kort een aantal dingen, voorzitter. Lijkt mij het makkelijkste. Eerst pagina 7. Dat gaat over indexering van tarieven en het gaat over Soweco. Er staat in dat 30.000 euro niet is meegenomen in de begroting. Dat is natuurlijk een omissie en mijn vraag is ook voor de toekomst, is dit straks voor de begroting van 2019 wel meegenomen? Want dat moeten we natuurlijk niet nog een keer hebben. En hoe staat het met de financiële ontwikkelingen en inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot Soweco? Pagina 11, dat gaat over de kostendekkendheid sport. Wat is de status van de 50.000 euro bezuinigingen en de gesprekken met het sportplatform? En hoe is de onderlinge relatie tussen het sportplatform en de sportclubs? Want daar horen we ook nog eens een en ander over dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. En dat is op zich geen goede zaak. Dan pagina 15, voorzitter, gaat over het sociaal domein, de jeugdhulp, de zorg, WMO. De jaarrekening die liet een tekort zien van 3,8 miljoen over het geheel. En we zijn heel erg nieuwsgierig als GBT zijn hoe dit er op dit moment uitziet. Is dat toegenomen, gedaald, stabiliseert zich dat en zo ja, op welke onderdelen? En ook misschien een beeld te schetsen, voorzitter, waarom we hem dit verschil vragen. Omdat de vergrijzing voor meer druk op de WMO zorgt. Dan ben ik er bijna, pagina 21. Dat gaat over die zoekrichting van de huisvesting van 85.000 euro. Die is niet gehaald. Omdat er, zo staat er, niet verhuurd is aan gemeentelijke gebouwen. Wordt het in 2019 dan wel gehaald? Want ik heb het idee, als ik het lees, dan gaat het alleen maar over de verbouwing van het gemeentehuis. Terwijl hier gemeentelijke gebouwen worden genoemd. Dus misschien zijn er meer gebouwen die daar zijn. Maar dat, nu wordt het heel erg toegespitst op het gemeentehuis. Maar ten slotte, voorzitter, er is ons te kennen gegeven bij het overplaatsen van de medewerkers naar het gemeentelijk belastingkantoor, dat er slechts eenmalig kosten zouden zijn. Uit de jaarrekening van 2017 hebben we onlangs geconcludeerd dat er al een ton extra achteraan moest. En nu lezen we weer dat er 90.000 euro achteraan moet. Wij hebben als fractie daar een beetje een onbestemd gevoel over. Van ja, kijk eens, we hebben het allemaal mooi geregeld, we hebben het weggezet en nu moeten bijna 2 ton achteraan. Wij vinden dat eigenlijk slecht uit te leggen, ook naar de mensen toe. Het gaat toch om een behoorlijk bedrag. Ik hoop dat ik hier antwoorden op kan krijgen, voorzitter. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de heer Kerkdijk namens het CDA. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van het college naar aanleiding van de door ons gestelde vragen in de auditcommissie. Ik moet wel zeggen dat de beantwoording dan toch ook weer aanleiding geeft tot nieuwe vragen. Dus ik wil die toch ook inbrengen. Maar ik begrijp dat dat waarschijnlijk op dit moment niet meteen zal leiden tot een antwoord. Dus alle ruimte daarvoor om dat op een later moment dan te doen. Maar allereerst zou ik graag in willen gaan op de afwijking van 800.000 euro voordeel in eigenlijk de bijstandsuitkering. We hebben meer bijstandsuitkering niet uit hoeven te geven, oftewel overgehouden. Desgevraagd geeft het college nu aan dat dit te maken heeft met onder andere 175.000 euro die in 2016 ontvangen is vanuit een aangevraagde incidentele aanvullende uitkering. Ik vond het wat verbazend, want die zogenaamde IAU die bestond in 2016 niet meer.
Want die heeft vanaf 2016 de vangnetuitkering. En die vangnetuitkering die mag alleen aangevraagd worden onder zware voorwaarden. En met instemming van de gemeenteraad. En de vraag is nu, wanneer wij als raad geconfronteerd zijn met die aanvraag. Mooi dat het ontvangen is, maar ja, dan hadden we ook geweten dat we nog iets te goed zouden hebben. Eenzelfde vraag over mogelijk dan nog de vangnetuitkering over 2017. Want we zien dat in 2017 ook forse kosten zijn uitgegeven en het tekort was. Wordt er over 2017 ook nog een keer een extra vangnetuitkering aangevraagd? Dan meldt het college dat er ingeschat wordt een hogere rijksbijdrage in 2018 voor de bijstandsuitkering bijdrage van het Rijk, 250.000 euro. Vraag daarbij is of u de raad wilt informeren over de werkelijke bijdrage, dat schijnt over enkele weken bekend te zijn, waarbij wij dus inderdaad ook weten wat er op dit bedrag dan werkelijk binnenkomt. Verder meldt u lagere lasten tot een bedrag van 375.000 euro als gevolg van lagere uit te keren bijstandsbijdragen. Ik denk allereerst complimenten voor de consulenten die aan de basis hebben gestaan van deze succesvolle uitstroom. Maar het bijzondere is wel, en dan maak je even een overstapje naar de begroting, ik wil dat toch even doen. Want in de BERAP wordt genoemd 375.000 euro voordeel, terwijl in de begroting 300.000 euro staat. Dus graag eens even een toelichting waar dit verschil zit. Het vervoer in het kader van dagbesteding WMO of jeugdinstellingen, het zogenaamde OMD-vervoer. Dit jaar wordt daar 720.000 euro voor uitgegeven. Dat is een heel fors bedrag. Overigens een overschrijding van 445.000 euro. Dus wij zouden graag een specificatie willen zien hoeveel inwoners dit betreft en aan welke soorten vervoer uiteindelijk dit geld besteed is. Ik moet wel zeggen dat de dagbesteding WMO tot begin dit jaar door vrijwilligers onniet werd uitgevoerd. Dus het is wel heel triest om te constateren dat we nu overgaan tot een aanbesteding die uiteindelijk 720.000 euro kost. Heel bijzonder. En dat levert de vraag op wat de gemeente Twente Rand meer kwijt is als gevolg van de aanbesteding. Daarnaast bereiken ons steeds meer berichten van inwoners over de slechte dienstverlening en het niet nakomen van afspraken met de vervoerders in het kader van die OMD, het OMD-vervoer. Er zijn daarvoor de nodige klachten ingediend bij de gemeente. Bent u daarvan op de hoogte en wat gaat u eraan doen? Dan de vierde wethouder. Er wordt extra bijgeraamd een bedrag van 50.000 euro. En het betreft volgens ons de periode vanaf eind april. Klopt het dat de werkelijke kosten voor de extra wethouder over het gehele jaar structureel 80.000 euro bedragen? Graag een check op dit bedrag. Het sociaal domein. In de BRAP wordt gemeld dat u voor een fors bedrag extra gemeentelijk personeel in gaat zetten. Echter ontbreekt een brede visie hoe u in de toekomst binnen het sociaal domein wilt werken. U neemt wel personeel aan, maar er is geen visie. Dat is wel heel bijzonder. Dan wordt er in de BRAP nog geen bedrag genoemd, maar dat kunnen we wel weer uit de begroting halen. Want het gaat om een bedrag van 700.000 euro structureel. Wat u inzet voor administratie en klantondersteuning. Graag nog een bevestiging op dit bedrag. En inderdaad, het is niet geld wat besteed wordt aan de zorg. Maar geld wat aan gemeentelijk personeel wordt besteed. Dat is het bijzondere. U hebt in dit verband in een eerder stadium onderzocht of een samenwerking met Almelo voor de administratie sociaal domein mogelijk was. Kunnen wij uit de BRAP concluderen dat deze samenwerking er niet komt omdat u nu zelf mensen aanstelt? Als laatste, voorzitter, de huisvesting in het gemeentehuis. We hebben daar voor de verkiezingen duidelijk melding van gemaakt dat we als CDA de voorgestelde plannen die zeer fors waren, dat we daar tegen waren. Nu lezen we in de BRAP in pagina 23, dat is dus niet pagina 21 collega LZH, maar pagina 23, dat Zorgzaam Twente Rand in het gemeentehuis wordt ondergebracht. Houdt dit in, voorzitter, dat daarbij de vestiging in Vromshoop opgeheven wordt? Graag antwoord. Tot zover. Dank u. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de ChristenUnie. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat wij dat foutje in de inleiding niet opgemerkt hadden, voorzitter. Maar fijn dat u ons daarop attendeert. Dat is ook goed. Gezien het nadeel in de BRAP stelt onze fractie voor om in de begroting 2019 de heden vast te stellen risico's zo mogelijk nog wat scherper vast in de begroting op te nemen. De begroting van 2018 matcht op onderdelen niet met de uitkomsten in deze BRAP. Ook wij noemen de risico's om de SOECO. We zijn benieuwd naar de kostendekkendheid sport. De WMO, jeugdhulp en OMD-vervoer laten afwijken zien waarbij ik me aansluit bij de vraag van zojuist gesteld door de CDA-fractie met betrekking tot
de forse groei rondom dit vervoer. Ook wij zijn daar benieuwd naar. Hopelijk kan de wethouder daar in de beantwoording op terugkomen. Voorzitter, we hebben geconcludeerd en mijn fractie heeft gezien dat de inschattingen in het sociaal domein in de begroting klaarblijkelijk heel erg moeilijk zijn gebleken. En dat nemen wij het college niet kwalijk. Ook het vorige college niet. We hebben de begroting vastgesteld. Dat doe je zo goed mogelijk, maar het is wel goed om met de begroting 2019 alvast te kijken waar we die risico's kunnen borgen. Zo is grotendeels overigens ook verklaarbaar dat de begroting van 2018 op het bestrijden van de eikenprocessierups, zowaar ook een onderdeel en een onderwerp wat we met elkaar politiek hebben gemaakt, dat de Raad het college de opdracht heeft gegeven te zoeken naar een oplossing om de natuurlijke vijand in te zetten om deze rups zo goed mogelijk te bestrijden. Dat moet overigens grotendeels nog worden uitgevoerd, hebben wij begrepen. Wij achten het daarom zeer aannemelijk dat daarvoor een verhoging van het bedrag in de begroting 2019 wordt opgenomen. Maar voorzitter, we hebben inmiddels de begroting digitaal gelezen, er staat een bedrag in, maar kan de wethouder uitleggen waarom dit bedrag zo fors verhoogd is en staat dat in relatie met de voorstellen die deze raad reeds heeft vastgesteld met het inzetten van de mezenkasten. Overigens is mijn fractie wel akkoord met het dekken van het nadeel uit de ARR. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Meermalen lees ik in de BRAP de afsluitende zin over en onderscheidingen, over onderscheidingen welke verrekend worden met een reserve worden niet verklaard. Dit is ons inziens een gemis aan transparantie en dat moeten we niet willen. Deelt het college deze mening ook? Waar we bijvoorbeeld begin dit jaar een besluit over hebben genomen over het punt waar het gaat om de voorziening groot onderhoud voor 50.000 euro per jaar en dat dan 4 jaar is al 200.000 euro en we lezen dat nergens terug in de bestuurlijke rapportage. Dat is wat ons betreft een groot gemis, want dan blijft het schimmig. Als we verder gaan kijken naar veilig leefklimaat, dan zien wij een nadeel van plantschades van 72.000 euro ruim. Kan het college ons daarover nader informeren waar we het dan exact over hebben? Dat mag ook schriftelijk. Op pagina 8 wordt er gesproken over capaciteitsproblemen en de gevolgen hiervan. Taken die in de knel komen op het gebied van handhaving, bouwtoezicht en brandpreventie, ook bij evenementen, dat vindt onze fractie onacceptabel. Zijn wij die ongelukken bij de evenementen vergeten? Dit vraagt om een nadere analyse en vervolgactie, in welke richting dan ook, om de geschetste gevolgen te voorkomen. Ook op het sociaal domein wordt er gerept over meer kosten over het personeel. Terwijl, als we kijken naar het programma met klantgerichte organisatie en bestuur, dus ook de bedrijfsvoering ontstaat, daar een positief saldo staat. Dus hoe is dat te rijmen? Welke actie gaat u daarop zetten? Want er wordt een voordeel genoemd van 349.000 euro. Er wordt geschreven dat u slimmer gaat organiseren. Er wordt ingezet op professionalisering en digitaliseren en samenwerking. Wat betekent dat voor de ambtelijke organisatie? Verder, als we kijken naar het programma aantrekkelijke gemeenten, dan zijn er geen verschillen te melden. Als je verder leest, dan staat er dat er op het gebied van de sport de bezuinigingen niet gerealiseerd zijn. Waarom niet? Het is toch echt tijd om daar met beleid te komen. Verder nog op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het is goed dat er een positief saldo is op het gebied van de buig, hè, voor de gelden die er zijn binnengekomen. Het college stelt ook voor om dat grote bedrag te storten in de reservering van het sociaal domein. Dat kan onze fractie wel in meegaan. Kan de wethouder ook een nadere specificering geven op het gebied van de aantallen bijstandsuitkeringen? Zijn daar positieve uitstroomresultaten? Melden, kunt u ons daar nader over rapporteren? Waar hebben we het dan concreet over? En als het gaat om de declaraties in het sociaal domein, daar heeft ook de accountant een verklaring met beperking op gegeven. Hoe staat het met de controleerbaarheid van de declaraties in het sociaal domein?
De vragen over de OMD, maatschappelijke deelname, dagopvang, uitgaven, daar hebben meerdere fracties al vragen over gesteld. Ook wij hadden dat als punt, dus daar sluiten we ons bij aan. En nog één punt ten aanzien van klantgerichte organisatie en bestuur. Daar staat dat er een bedrag, 89.000 euro, meer uitgegeven is aan het gemeentelijk belastingkantoor Twente. Als gevolg van wettelijke regelingen, waar hebben we het dan precies over? Dat was onze eerste inbreng. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Na het bestuderen van de bestuursrapportage 2018 BEERAP hebben wij als fractie het volgende te vragen en te melden. Er zijn, en mijn collega van de SGP had het er ook al over, meer plantschades uitgekeerd die deels worden gecompenseerd door het verkopen van groenstroken. Maar onze vraag is of u ons kunt informeren, of het meer moeten uitkeren van plantschades een tendens is. En kunt u ons iets meer vertellen over de oorzaak? De PVV, en wij niet alleen, maar u allemaal, ziet een explosieve groei van de kosten om de overlast aan te pakken van de eikenprocessierups. Er is al even over gesproken. En de PVV Overijssel heeft onlangs een avond georganiseerd waarbij ook andere gemeentes aanwezig waren. En wij zijn aan het onderzoeken, de PVV Overijssel, of er een provinciebrede aanpak kan komen om zo de effectiviteit van de bestrijding te verhogen, maar ook om de kosten te verlagen voor de gemeentes. En dit proces loopt nog. En dit is nodig omdat de kosten, zeggen de deskundigen, de komende jaren alleen nog maar zullen toenemen. Voorzitter, in het sociale domein stijgen de kosten en daalt de rijksbijdrage. We lezen steeds meer over cowboys in de zorgsector. Hier maken we ons grote zorgen over. Dit zijn mensen in de zorg die de zorg als verdienmodel zien en over lijken gaan. En wat doet het college om te zorgen dat zij geen zaken doet met die cowboys in de zorg? Graag een antwoord. Voorzitter, ik erger me aan de volgende zaken aangaande handhaving. Ik loop iedere dag met de hond richting de sluis in Vroomshoop via het Zwolse kanaal. Bij de kruising met de sluis staat een verbodsbord en hierop staat de boodschap dat er tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends en tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds geen auto's mogen rijden. Uitgezonderd bestemmingsverkeer. Ik woon hier al meer dan 10 jaar, maar de auto's rijden met snelheden over deze weg richting Den Ham. Het verbodsbord heeft geen enkele functie. Waarom staat het bord er dan, vraag ik me af. En vraag ik dus aan het college, als het toch niet gehandhaafd wordt. En ik vraag dit ook voor de fietsers, voorzitter, omdat dit een fietsroute is die van deze weg gebruik maken en regelmatig van hun fiets worden gereden. En zelf, en met name 's ochtends nu het donker is, moet ik met regelmaat uitwijken omdat er weer een idioot met 70 tot 80 km per uur op me afkomt. En op de andere kant, aan de andere kant van de weg staat een bord verboden voor vrachtwagens. Bestemmingsverkeer uitgezonderd. Maar ik zie echter met enige regelmaat vrachtwagens hierin rijden die het er niet te zoeken hebben. Al het andere verkeer moet de berm in om zo'n vrachtwagen de ruimte te geven. Want gehandhaafd wordt er toch niet. En wij zouden graag zien dat u met de mensen die aan deze weg wonen eens gaat praten wat zij als overlast ervaren en wat zij hiervan vinden. De heer Elzinga heeft een vraag. Heer Elzinga, een opmerking. Aan u het woord. Voorzitter, ik heb werkelijk geen idee wat dit met de BEERAP te maken heeft. Kijk, ik wil ook wel over mijn waterschade en de GRE praten, maar daar gaat het niet over. Dus dit gaat over verkeer en het gaat om wat er rond uw huis gebeurt, verkeer. Ik vind het eigenlijk, gaat nergens over. Niet over de BEERAP in ieder geval. Heer Veldmeijer. Ja, het gaat om handhaven. En dat staat er wel in. En ik zie ook regelmatig vissers uit Duitsland en Polen vissen in onze wateren. Onze inwoners hebben allemaal een visvergunning nodig. Maar deze Duitsers en Polen kunnen ongestoord vissen zonder vergunning. Gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom wordt er niet gehandhaafd? Er is wel geld voor mystery guests, maar geen geld om nog een tweede boa in dienst te nemen. Wat kost een boa per jaar, exclusief alle sociale lasten? Vraag ik aan het college. Want die is hard nodig. U geeft zelf aan dat u door het tekort aan bijvoorbeeld een boa bepaalde taken niet kunt uitvoeren. En dit is zeer kwalijk. Hier betalen wij belasting voor. Het is niet te accepteren dat bepaalde inspanningsverplichtingen niet worden opgevolgd.
Ook op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening laat de gemeente steken vallen. De dienstverlening aan burgers en bedrijven en organisaties is onvoldoende. Dit kan gewoon niet. Wat gaat er mis, vragen wij aan het college. En hoe lossen we het op? En voorzitter, schokkend is te lezen dat in de BERAP staat dat de voortgang van de herpositionering van het jongerenwerk vertraging heeft opgelopen vanwege terugtrekkende bewegingen van 2 van de 4 partijen. Kul, er had moeten staan, we hebben ons niet goed ingeleefd in de cultuur van de partijen die met elkaar moesten samenwerken. Meneer en hebben dus een foute inschatting gemaakt. Ik wil u wel verzoeken om op uw woorden te letten. Net gebruikt u weer een woord waarvan ik niet... Kul. Vrolijk. Ja, dat vind ik niet een woord wat hier staat past. In het woordenboek, voorzitter. Ja, het zal best. Er had dus moeten staan, we hebben ons niet goed ingeleefd in de cultuur van de partijen die met elkaar moesten samenwerken en hebben dus een foute inschatting gemaakt. Hierdoor is de vertraging opgetreden. Vraag aan de wethouder, u bent ermee bezig, hoe het met dat proces staat. En waarom wordt er 10.000 euro meer aan reis- en verblijfkosten uitgekeerd? Graag een verklaring. En waarom zit er geen schot in het verhuren van lege ruimtes in het gemeentehuis? Inderdaad, kan de piep niet uit de punten hier naartoe, kan zorgzaam niet uit de punten hier naartoe en kan vluchtelingenwerk niet naar het stadhuis. En dan kunnen we in de punt ook wat meer commerciële zaken ondernemen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kobus. VVD, u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we komen binnenkort al te spreken over de begroting, de behandeling. En dan komen natuurlijk heel veel van dit soort zaken alweer aan bod. Dus het heeft naar mijn idee niet zo heel veel zin om hier al heel uitgebreid op in te gaan. Maar toch hebben we wel een paar vragen. In deze BERAP staat dat we nu al een tekort hebben van pak een beet 185.000 euro. Daarbij is er een extra uitkering van 4 ton. Dus eigenlijk hebben we nu al een tekort van bijna 6 ton. Wij zijn dus wel wat sceptisch over de uitgesproken ambities van het college en hoe dat dan straks allemaal gefinancierd moet worden. De grootste problemen in de BERAP die komen voort uit brandschades en de tekorten van het sociale domein. Dat is net al uitvoerig aan orde geweest. Dat kunnen we het huidige college niet aanrekenen, dat ben ik met de heer Smelt eens. Maar hoe gaan we dit oplossen? Want dat wordt nog een hele plus. We hebben daarom ook wel wat bedenkingen over de extra uitgaven die door deze coalitie gaan ontstaan. Ik noem daarbij de kosten voor een extra wethouder en het weggeven van hondenbelasting. Het lijkt allemaal mooi, maar dat helpt niet bij het terugdringen van de tekorten en het uitvoeren van alle gewenste ambities. Een voorgestelde forse verhoging van de OZB is voor de VVD dan ook een brug te ver. Andere opvallende post is de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Wat gaan we daar nou aan doen? Kunnen we hierbij niet aansluiten bij een plan van aanpak van de andere Twentse gemeenten? Of blijven we het doen zoals het afgelopen seizoen met de bestrijdingsbedrijven die dit eigenlijk niet kunnen? Is het niet voordeliger om zelf zo'n bestrijdingsmachine aan te schaffen zodat we het zelf kunnen gaan doen? Dat is maar een optie die we te geven. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Kobus gaf net al aan, binnenkort komen we bij de begrotingsbehandeling hier nog uitgebreid over spreken, over uitgaven die gedaan zijn, maar vooral ook over de plannen die gemaakt worden. En mijn voorgangers en collega's hebben een aantal vragen gesteld. Daar zal ik verder ook niet op ingaan. Toch een aantal opmerkingen. Het tekort is fors. Zelfs als er bij monden van de voorzitter er 3.000 euro afgaat, is het nog steeds 184.000 euro. 4.000, hè? Sorry, 4.000. Oké, dat scheelt weer 1.000 euro. Duidelijkheid. Maar het blijft nog steeds een fors bedrag. En dat zit hem vooral in het sociaal domein. We zijn vorige week al ingelicht over het nieuwe beleid wat eraan gaat komen. Het integrale beleidsaanpak. Ik heb daar zelf hoge verwachtingen van. En ben ook benieuwd hoe zich dat door gaat vertalen. Want daar ligt een zware opgave. Als ik de BERAP lees, dan staat er ook in de realisatie van doelstellingen verlopen volgens planning. En dat is heel goed om te lezen, want uiteindelijk wil je dat ook weten en kunnen meten. En tegelijkertijd worden daar ook twee onderwerpen, dat wil ik toch even noemen, waar wij blij van worden. Want dat zijn moties die ingediend zijn door de Partij van de Arbeid. En dan gaat het om het innovatiefonds en de motie die vanavond al eerder aan de orde is geweest, de bijenmotie,
over ecologisch bermbeheer. Mooi dat het uitgevoerd is en mooi dat het college dat ook erkent. Toch een aantal opmerkingen over de BRAP. Dat is allereerst, op een aantal plaatsen lezen wij dat er gebrek aan capaciteit is ten aanzien van de BOA. En dat handhaving daardoor in de knel komt. En er worden zelfs woorden gebruikt dat dat tot gevolg heeft verloedering en strijdig gebruik. Op grond waarvan, en daar ben ik dan wel benieuwd naar, worden op dit moment keuzes gemaakt waar wel BOA's worden ingezet en waar geen BOA's in worden gezet. Want dat maakt dat het voor ons inzichtelijk wordt hoe dat in de uitvoering eruit gaat zien. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat straks in de begroting gaat en of er voorstellen gaan komen, ofwel vanuit de Raad, om daar extra capaciteit voor vrij te maken. Want het is een vraagstuk, dat zie ik nogmaals op verschillende plekken terug in de BRAP. Sport. Ik werd getriggerd door de zin en het verslag wat daar staat. En mijn vraag is ook, begrijpen wij het goed dat u hier stelt dat alsnog de eerder gedane voorstellen door het college, waarbij de Raad heeft gezegd via een amendement, die willen wij graag anders ingevuld zien, dat u dat amendement naast u zich neerlegt en alsnog de oude voorstellen uitvoert? Of begrijp ik het dan niet goed? Vervoer. Nou, daar is ook al een en ander over gezegd. We hebben in één keer 450.000 euro meer aan uitgaven. Ik ben benieuwd, op het moment dat je een aanbesteding in de markt zet, dan ga je ook kijken van wat kan dat opleveren en hoe gaat dat eruit zien. En ik was wel ongerust over dat, of maak me dan wel ongerust over zo'n danige overschrijding en wat daar de analyse van is. Het sociaal domein, daar komen we dan denk ik uitgebreid over te spreken, vooral bij de begroting. Ik lees wel dat er dit jaar een bestaring wordt geleverd van 250.000 euro. En mijn vraag daarbij is, gaat dat dan niet ten koste van de dienstverlening? Want ik vind wel dat wij hier in Twenterand dat moeten blijven doen wat nodig is. En dat als het gaat om besparing op bedrijfsvoering, dat dat uiteindelijk niet ten koste mag gaan van inwoners van Twenterand. Als laatste, voorzitter. Dit college heeft al een paar keer gezegd, wij staan een heldere en duidelijke taal voor. En wij willen op een heldere manier vertellen wat we doen, maar ook op schrift wat willen we doen. En toen werd ik toch getriggerd door wat er staat op pagina 22. En ik moest een paar keer lezen. Timeboxen, uitfaseren van Corsa, werkformulieren van SIM. Timeboxen, ik weet niet wat het zijn. Uitfaseren van Corsa, ik weet niet wat daarmee wordt bedoeld. En webformulieren van SIM, wie het weet mag het mij vertellen. Ik zou toch ook willen vragen aan het college om, als er heldere taal voor staat, om ook dat te doen in een tussentijdse rapportage. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder namens het college. De heer Koster zal namens het college reageren. Wethouder, aan u het woord. Met uw pasje. Ja, dan moet u aan. Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de vingers bijna blauw geschreven met alle vragen die hier kwamen. Laat mij vooropstellen dat de bestuursrapportage is een rapportage die uw raad wordt aangeboden. Naar aanleiding van de begroting die is vastgesteld, de doelen die wij hebben geformuleerd. En we kijken dan nu naar de periode januari tot augustus. Wat hebben we, hoe lopen we in de pas met de begroting? En waar lopen we eruit? Kort samengevat, onder 84.000 euro lopen we dus uit de pas met de begroting zoals die vorig jaar is vastgesteld. En in die bestuursrapportage staan de opmerkingen waardoor dit is gekomen. Er zijn een groot aantal vragen gesteld en ik probeer dan nu even terug te gaan naar het begin. Meneer Elsinga die vroeg met betrekking tot de indexering Soweco, 30.000 euro, was niet meegenomen. Dat is correct. En hij vraagt, is die wel meegenomen voor volgend jaar? Ja, die hebben we volgend jaar wel meegenomen in de begroting. Daar komen we nog over aan de praat met elkaar. Dan de financiële ontwikkeling bij Soweco. Ja, de vraag is even, wat bedoelt u daar exact mee? Bedoelt u dan de ontvlechting of bedoelt u, heeft u daar een andere vraagstelling bij? Het is me niet helemaal duidelijk wat u daar exact bedoelt met die vraag.
Als het gaat over de bezuiniging van de sport, meneer Rusken refereerde daar ook even aan. 50.000 euro is niet gehaald, dat is correct. Dat is niet het amendement wat vorig jaar bij de begrotingsbehandeling naar voren is gekomen, want dat behelste toen een ton. Dit is 50.000 euro die al voorheen als taakstellende bezuiniging aan dit college is meegegeven. Die is niet tot uitvoering gebracht, althans voor 2018 nog niet. Daar gaat de portefeuillehouder nog over in gesprek. Maar is wel een risico. Dan heeft u het over de jaarrekening, 3,8 miljoen tekort, meneer Elzinga, wanneer het gaat over het sociaal domein. Het sociaal domein, inderdaad, in de jaarrekening heb ik u gemeld dat er een tekort staat van 3,8. Als we nu kijken waar de stand ongeveer op staat, dan zitten we nu op een tekort van 4,4 miljoen. Dus het gaat slechter. En als we kijken hoe we het volgend jaar hebben begroot, daar komen we 13 november over aan de praat, dan valt er nog iets hoger uit. En dan vraagt u van, ja, waar zit dat verschil dan met name? Zit dat dan bij de WMO of zit dat bij de jeugd? Die vraag zou ik eigenlijk, als u daar antwoord op wil hebben, door willen schuiven naar het portefeuillehouder in deze. En ik wil ook eventueel daar wel schriftelijk op terugkomen. Even kijken. Ja, de overplaatsing van het GBT, medewerkersjaarrekening 2007, daar heb ik destijds voor de vakantie ook een toelichting op gegeven waar dat in zat. Dat zat hem met name in de indexering en in de cao-verplichtingen. En dat geldt, dat was dus voor 2017. En dit is het verhaal wat niet is meegenomen in 2018. Dus dat komt nu andermaal naar voren. Dan de heer Kerkdijk. Ja, meneer Kerkdijk, u heeft toch wel, vind ik, een groot aantal technische vragen gesteld. En u heeft mij ook aangegeven en de ruimte geboden om daar schriftelijk op terug te komen. En een groot aantal vragen zou ik dat ook eigenlijk willen doen. Als u met uw welbevinden. Even kijken. Ja, u zegt het sociaal domein, extra personeel. Inderdaad, daar komen we nog verder met u over aan de praat. En dat zal op de 13e november, wanneer we met de begrotingsbehandeling bezig gaan. Voor de transitie binnen het sociaal domein hebben voorgaande colleges daar een reserve voor gevormd. En die hebben gezegd van, oké, wij gaan tot en met 2017, denken wij dat wij met die transitie en zoveel personeel nodig hebben. Hebben we zoveel geld voor gereserveerd. Dat blijkt dus achteraf bezien te mager aangenomen te zijn. Dus dat betekent dat er gewoon meer personeel nodig is. Dat hebben wij verrekend en dan kom je op inderdaad een personeel van pakweg 7 ton. Daar komen we in de begroting, als u die inmiddels heeft doorgebladerd, heeft u die post daar ook in gezien. En u zegt, ja, het ontbreekt aan visie. Nou, dan kan ik u geruststellen, want binnenkort komt er een integrale visie voor wat betreft het sociaal domein naar u toe. Dus die is in de maak. Inhoudelijk zou ik daar, wanneer het niet over de financiën gaat, zou ik dan doorverwijzen naar de portefeuillehouder. De heer Kerkdijk heeft een vraag aan u. De heer Kerkdijk wil nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag is inderdaad waarom niet eerst de visie en dan voor 700.000 euro of wat anders personeel investeren. Je kiest er al voor het personeel te benoemen en daarna pas bij de visie te komen. Dat is de omgekeerde wereld volgens mij. Nee, het is niet de omgekeerde wereld. Ik heb u al aangegeven van er is kennelijk om moverende redenen is ingeschat dat de transitie en het daarvoor benodigde personeel dat een x bedrag zou kosten. Naar nu blijkt is dat een foutieve aanname geweest en is het gewoon permanent, structureel is er meer personeel benodigd. En daar worden wij nu mee geconfronteerd. Dat is niet begroot. En ik heb aangegeven, deze BERAP is een rapportage van de afwijking ten aanzien van wat er vorig jaar is vastgesteld door de Raad als zijnde de begroting. Daar zijn we allemaal bij geweest. En wat loopt er nu lopend dit jaar uit de pas? Nou, dit loopt dus uit de pas.
omdat het vorig jaar niet is meegenomen in de begroting. Oké, dank u wel. Nog een aanvullende vraag, heer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. En u begrijpt toch wel, wanneer we akkoord zouden gaan met die 700.000 euro in dit stuk, dat we dan bij de begroting ook akkoord gaan. En wat denkt u dan? Zouden we dat doen? Vult u het zelf eens in? Wethouder, nu het woord. Nou, meneer Kerkdijk, ik denk veel, maar ik laat het denken in deze dan graag aan u over. Dat lijkt me goed. Wethouder, vervolg uw betoog. Even kijken. Dan. Ja, wat betreft de huisvesting hier in het gemeentehuis. Daar werd ook naar gevraagd, de gemeentelijke gebouwen. Het gaat concreet hier om het gemeentehuis. En daarover is nagedacht, hè, over een herinvulling van het gemeentehuis. Daar hebben we nog niet concreet voorstellen voor, waarmee we naar u toe kunnen komen. Alleen in de begroting vorig jaar was het idee van wij gaan 85.000 euro kunnen we genereren aan huur op huurpenningen. Doordat we komen tot een herinrichting van dit gemeentehuis. Dat is in 2018 niet gerealiseerd en zal in 2018 ook niet gerealiseerd worden. Wat wel gerealiseerd zou kunnen worden is dat we bij u terugkomen als raad met voorstellen daaromtrent. En de verwachting is dat we in 2019 die 85.000 euro wel zullen gaan halen. Maar daarover wordt u nog nader geïnformeerd als raad en daartoe komen u nog voorstellen tegemoet. Bekijken. Dus. Ja, terecht, de heer Smel zegt van die risico's in het sociaal domein. En dan praten we inderdaad over die financiering van die personeelskosten. Dat als u de conceptbegroting hebt gelezen, dan ziet u dat we die ook hebben opgenomen in de begroting. En op die wijze willen we dat dan ook borgen. Ja, dan die eikenprocessierups. Daar stond een bedrag voor begroot in 2018 van 7.000 euro. In de jaarrekeningen heb ik u al gemeld van 2017 dat we daar al finaal uit de pas liepen. En nu meld ik u bij de BERAP dat het voor 2018 inderdaad ook zo is. Zelfs zodanig dat we een overschrijding hebben van 133.000 euro, waarmee de totale kosten voor de bestrijding eikenprocessierups in 2018 op 140.000 euro uitkomen. Dat is een gigantisch bedrag. Voor volgend jaar, en daar komen we dan de 13e november met elkaar over verder te praten, hebben we daar een ander bedrag voor begroot. En dan kun je zeggen, ja, is dat toereikend? Staat dat in verhouding? Ik denk dat dat goed is dat we die discussie op 13 november met elkaar gaan voeren. Ja, dan zegt de heer Jonker van onderscheiding en oogscheiding, die zijn gedekt door de reserve, dus derhalve worden die niet opgenomen. Nee, dat is gewoon het beleid zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. En zoals u dat straks ook in de jaarrekening zult kunnen zien, wanneer er staat onttrekkingen, dan wel toevoegingen aan de reserves. Dan wordt dat voor u uitermate zichtbaar hoe dat dan werkt. Dus alleen de significante afwijkingen die we niet uit de reserve halen, CQ toevoegen, die melden wij hier in de BERA. Dan die planschades. Ja, die planschades, dat viel meerdere partijen op. Hoe kan dat nou dat dat plotseling zo'n bedrag is? Dat heeft alles te maken met het feit dat we bij de afwikkeling van de industrietrein Almeloseweg Oost, ja, ik zeg het goed, dat we daar een bestemmingsplan hadden geregeld waardoor een aantal kavels moeilijk verkoopbaar waren. Daar hebben we in het verleden, een aantal jaren geleden, hebben daar hele discussies over plaatsgevonden. Wij hadden daar als gemeente absoluut het belang om die gronden te kunnen verkopen. En dat heeft tot gevolg gehad dat wij uiteindelijk een bestemmingsplanwijziging hebben toegepast. Waarbij bij die tweede bestemmingsplanwijziging er meerdere planschades zijn uitgekeerd. En dat is een bedrag van die 72.000 euro. Vandaar die extra kosten in dat jaar. Even kijken. Ja, wat betreft de vragen met betrekking tot Soweco, daar zou ik toch straks dan liever de portefeuillehouder die daarover gaat, indien nodig, het woord willen geven. Dan die pandskaders, de PVV, die refereert daar ook aan. De eigen precisierups.
Ja, en voor de rest, meneer Veldmeijer, refereert u aan heel veel zaken betrekking hebben op handhaving door de politie. En die wat mij betreft geen raakvlak hebben met de BEARAP in deze. Dan de VVD zegt ook terecht van, ja, wij komen binnenkort daar met de begroting over aan de praat. Hoe wilt u die ambities die u heeft allemaal gaan financieren? Ik denk dat dat bij uitstek een onderwerp is wat we op 13 november met elkaar kunnen bespreken. Datzelfde geldt ook voor de verhoging van de OZB. PvdA GroenLinks. Ja, u zegt terecht de realisatie van de doelstelling voorlopig volgens de planning. Ja, dat is koren op mijn molen, mag ik wel zeggen. Want daar gaat het in deze beer op om. Van, loopt het volgens de planning of loopt het niet volgens de planning? En waar loopt het dan uit de pas? Nou, terecht zegt u ook, er zijn tweetal moties die mooi worden uitgevoerd. En waar u een aandeel aan heeft gehad. Sport, dat heb ik genoemd. Meneer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer. U krijgt het woord. Ja, dank u wel. Ik zou de wethouder willen vragen over de visvergunningen. Dat doet de politie toch niet? Dat is toch een boa die dat controleert. Of mensen die aan het vissen zijn een visvergunning hebben. Ja, voorzitter, ik zie totaal geen enkele relevantie met de behandeling van de BEARAP. Dus ik zie ook geen enkele reden om deze vraag te beantwoorden. U gaat over uw eigen antwoord. Meneer Veldmeijer, heeft u een aanvullende vraag? Nou ja, het woord handhaven, dat staat wel degelijk in de BEARAP. En als je handhaaft, moeten dan middelen voor beschikbaar worden gesteld. En ook voor een eventuele tweede BOA, of dat die meneer wat meer uren maakt. Maar vaststaat dat de visvergunning wordt gecontroleerd door een BOA. Waarom wordt er niet gecontroleerd dan op visvergunningen? Ik kom regelmatig Polen en Duitsers tegen aan de waterkant die zonder vergunning aan het vissen zijn. Waarom wordt daar niks aan gedaan? Dat is toch niet eerlijk naar de inwoners van Twenterand die netjes betalen voor een visvergunning. De wethouder krijgt het woord. Ja, voorzitter, ik voel niet zozeer de behoefte om hier nu verder op in te gaan. Voor wat betreft... Ja, ik denk dat ik de meeste antwoorden wel beantwoord heb, maar ik zie dat de heer Reusken nog een vraag heeft. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. PVV en de Partij van de GroenLinks zijn niet vaak met elkaar eens, maar ik wil toch nog een poging wagen als het gaat om de zaak die in de BEARAP staat over de handhaving. Er staat in, door de noodzakelijke keuzes in de inzet van capaciteit worden toezichtstaken op het gebied van evenementen en het tegengaan van verloedering beperkt uitgevoerd. En dan staat er ook dat er een risico is, of het effect. Door minimaal toezicht op strijdig gebruik en bij de excessen ontstaat een groter risico op verloedering. Dat is denk ik toch wel een thema wat we hier met elkaar moeten gaan bespreken. En dat hoeft wat mij betreft niet direct nu, maar er is wel een vraag die gaat over de effecten van inzet van middelen. Dus ik vraag daar wel aandacht van de wethouder voor. En ik heb nog een tweede vraag. Voorzitter, maar ik weet niet of ik die tegelijkertijd mag stellen. Dan gaat het nog even over de sport. Daar staat in de tekst. De gemeenteraad heeft met een amendement deze voorstellen in februari 2018 ingetrokken. Vervolgens staat het dat inderdaad die 50.000 euro waar u het net over had, niet worden gerealiseerd. De realisatie van deze bezuiniging brengt het ertoe dat het college eerder gedane voorstellen alsnog gaat uitvoeren. Ik denk bij mezelf, dan zult u toch terug moeten komen naar de Raad, want dan gaat u iets anders doen dan wat de Raad heeft besloten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik krijg zo'n antwoord van de wethouder of een van de andere wethouders. En dan kijk even naar de heer Jonker, waar ik ook meteen zijn vraag laten stellen. Als u dat goed vindt, dan kunnen we wat afwerken. De heer Jonker en dan de heer Erdenruij. Ja, dan geef ik het woord weer aan de wethouder. Heer Jonker, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik merk dat de wethouder aan... Een van zijn beantwoordingen is. Dan kom ik nog even terug op het punt wat hij net zei over die over- en onderscheidingen van de reserveringen. Van de bedragen die ook niet onttrekken worden aan de reservering. Er wordt niet over gerapporteerd. Dat kan wel een afspraak zijn die we met elkaar hebben afgesproken. Maar deelt u ook de mening dat er een gemis aan transparantie is? Ik geef dan even, ik vraag dan ben je geneigd om, maar de heer...
Er zijn net nog een aantal andere vragen van de heer Reuske, dus de wethouder gaat ze even achter elkaar afhandelen. De heer Elsinga, aan u het woord en dan geef ik weer het woord aan de wethouder. En dan ga ik naar de tweede termijn, want die is ook natuurlijk... En dan ga ik even naar het college, daar nog behoefte is aan antwoorden op een aantal punten. En dan ga ik naar de tweede termijn van de raad. De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ik denk, ik sluit maar in de rij aan, dan hoef ik dat straks ook niet te zeggen. Het gaat even over die ontwikkeling van die Soweco. U vroeg al mee van waar gaat het over? Nou, dat is dus die pagina 14, daar staat dat er een opgave is, hè, over die doorontwikkeling van de Soweco. Dat is in de tweede alinea. En er staat dan in dat er een 45 personen is een traject gestart. En in 2019 moet dan een besparing opleveren. Maar omdat ze al gestart zijn, en dat was de bedoeling van de vraag, wat levert dat dan voor 2018 op? Of is daar geen zicht op? Want dat kan natuurlijk ook, voorzitter. Oké, dank u wel. Krijgt u zo antwoord. Dan de heer Kerkdijk had ook nog een vraag in eerste termijn of aanvullend. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, in de beantwoording van de wethouder misten we eigenlijk nog een antwoord op de vraag of het college ook op de hoogte is van de geluiden rond het OMD-vervoer. Slechte dienstverdeling, niet nakomen van afspraken en daar zijn klachten over ingediend. Zijn die klachten bij u bekend en wat gaat u eraan doen, nogmaals, deze vraag? Dank u wel. Dan geeft de wethouder Koster een aantal antwoorden. Ik zag de wethouder Paters ook knikken dat hij het woord voelde. Ik kijk ook even naar wethouder Van Abbema of die nog... Die heeft geen behoefte over Soweco. Ik vraag maar even hoor. Als het niet zo is, dan geef ik alleen zo meteen na wethouder Koster, wethouder Paters het woord. Wethouder Koster, aan u het woord. Ja, over die handhaving. Kijk, het gaat over prioritering en capaciteit. Laat mij dan, meneer Reuschen, daar schriftelijk op terugkomen hoe wij dat met elkaar hebben afgesproken. Dus daar kom ik schriftelijk op terug. Ten aanzien van die ontwikkeling bij Soweco, inderdaad, dat is een traject ingezet van die 45 mensen, dat leest u ook, 45 personen, dat is inmiddels gestart. En wat er staat is dat in 2019, we zitten nu nog in 2018, moet die een besparing opleveren van 150.000 euro. De activiteiten zijn op dit moment ingezet en de verwachting is dat we die doelstelling in 2019 halen. Als u mij nu vraagt van wat is er nu van 2018 al gerealiseerd, daar kan ik u geen antwoord op geven. Maar de verwachting is, en dat is mij vanmiddag medegedeeld, dat gaan we in 2019 halen. Dus dat is een mooi gegeven. Dan was ik even de vraag kwijt met betrekking tot de heer Kerkdijk, dat was... OMD-vervoer. Ja, die wil ik dan even doorschuiven naar de heer Paters. En tegelijkertijd ook die met betrekking tot de sport. Ja. En dan dacht ik dat ik alle vragen... Die heeft ze allemaal gehad. En dan de heer Jonker. Oh ja, die met de reserves, ja. Ja, die reserves, ja, hoe het ook bent of keert. De methode is als volgt. Waar wij uit de pas lopen en waar we geen dekking voor hebben. Hè, uw raad heeft reserves ter beschikking gesteld om onderschrijdingen, CQ-overschrijdingen, om daar met de reserves mee te spelen. Daarvoor hebben we die reserves. Dus zolang het daar binnen beweegt, is er geen afwijking in de begroting. Alleen... Straks bij de jaarrekening, en recent voor de vakantie heeft u de jaarrekening ook ontvangen, dan ziet u de staat van de reserves en dan ziet u waar wij in desbetreffende jaren onttrekking hebben gedaan, CQ, waar wij een storting hebben gedaan. Dus transparant is het wel, alleen niet op het door u gewenste moment. Als we dat nu ook al bij de BRAP willen gaan doen, dan wordt het wel erg complex en dan verschaft het onze ambtenaren toch wel extra werk. Dank u wel. Dan ga ik kijken naar de heer Paters. Er waren een paar vragen gesteld over het sociaal domein. Ik geef u het woord. Namens het college zal u antwoorden op de gestelde vragen. En wethouder Koster ook bedankt, net zoals ook alle mensen die een bijdrage geleverd hebben aan deze discussie. Wethouder Paters, nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Er zijn een aantal vragen gesteld over het sociaal domein. Onder andere over de formatie en wethouder Koster heeft daar al een en ander over gezegd. Ter verduidelijking wellicht nog dit meegeven, dat in juli en november 2014 in de toenmalige raad daar een besluit over genomen is. Dat toen besloten is om de formatie voor maximaal 3 jaar aan te stellen. En dat wij bij ons aantreden geconfronteerd werden met het feit dat wij daar iets mee moesten. Daar was niets voor geregeld, ook niet in de vorige begroting, zoals u weet. Dan kom je voor de keuze te staan, wat doen we? Zijn we heel hard en zeggen we van, ja, er is niks.
en we schrappen. Met als mogelijk gevolg het ontstaan van wachtlijsten en dergelijke, omdat we dat vooral geïnvesteerd hebben, bijvoorbeeld in het voorliggend veld, in jeugdconsulenten en dergelijke, die daar ontzettend goed werk voor ons doen. Wij hebben gemeend dat dat niet een mogelijke keuze was. Althans, die wilden wij niet voor onze rekening nemen. En daarom ziet u dat bedrag daar ook terug. En dat is de eerste personele invulling, decentralisaties, jeugdzorg en AWBZ, zoals het toen nog heette. Dus daar is de reden dat we daarvoor gekozen hebben. Heer Kerkdijk heeft een vraag nu. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, voorzitter, maar ik denk dat het beter is even de heer Paters uit te laten praten. Want ik was op hetzelfde onderwerp bezig aan het denken toen ik van mijn stoel op zat. Meneer Paters, misschien heeft u nog een laatste zin. Nou, de laatste zin is dat je dus problemen voorziet die je domweg niet voor je rekening wil nemen. Waar wij steeds in het sociaal domein gezegd hebben, het gaat om onze inwoners, het gaat om de zorg die zij verdienen. En ook om de afhandeling daarvan. En op het moment dat iemand een zorgvraag heeft, dan wil je die zo snel mogelijk tackelen. En dan wil je zo snel mogelijk te plaatsen zijn, als dat nodig is, of zo snel mogelijk de hulp bieden die daar op dat moment geboden dient te worden. En dan is het simpelweg schrappen van die formatie, is voor ons, voor mij, gewoon niet verantwoordelijk. Heer Kerkdijk, aanvullende vraag aan... Ja, dank u voorzitter. Ja, dezelfde vraag die ik zo even aan uw collega gesteld heb. Waarom gaat u dan personeel in vaste diensten aannemen, 700.000 euro, dus ongeveer 10, 11 FTE, voordat u de visie vast laat stellen? U gaat het hoe al invullen, voordat u weet wat u wil doen. Kunt u me eens uitleggen waarom dat zo gebeurt? Let dan nu het woord. Ik kan er wel van een poging doen. Of dat voldoende voor u is, dat moeten we dan afwachten. Kijk... het gaat erom dat we nu, 3,5 jaar na de decentralisaties, langzaam, en ik heb vorige week of 2 weken geleden in het raadsdebat gezegd, langzaam bezig zijn die olietanker te doen keren. En dat betekent dus dat als je, het is natuurlijk niet zo, en dat bestrijd ik dan wel richting de heer Kerkdijk, dat er voor die tijd geen visie was. Er waren ongeveer 7 of 8 beleidsdocumenten die volstonden met visie en waarop steeds geacteerd is. Dat die nu vervangen wordt, zometeen, door een nieuwe integrale beleidsnota, betekent natuurlijk niet dat we elke dag een dobbelsteen in de lucht gooien en kijken wat er gebeurt op het moment dat die op 6 of 5 valt. Dus de conclusie dat er geen visie is, die is echt veel te kort door de bocht. En dat weet u zelf ook. En dat betekent dus dat als je ziet waar we mee aan het werk zijn, als je ziet dat we langzaam die olietanken proberen te doen keren, dat het dus niet aangaat om dan koet te zeggen van nou weet je, er komt een nieuwe beleidsnota, een nieuwe integrale beleidsnota. We doen even een half jaar of we doen even 3/4 jaar niks. Want dan zou u hier staan en dan zou u terecht tegen mij zeggen. Wethouder Paters, hoe zit het met de wachtlijst in de zorg? Waarom worden die mensen niet sneller geholpen? Wat is daar aan de hand? En dan had ik u verteld van ja, we hebben de formatie geschrapt, want we hadden geen budget. Dat is een keuze die wij niet wilden maken. U mag hem straks anders maken, maar dat is een keuze die dit college niet heeft willen maken. Een aanvullende vraag nog, een laatste vraag, de heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, de laatste vraag. Ik herinner de heer Paters graag aan zijn fractievoorzitterschap in de vorige periode. Hij had het toen altijd over slim verbinden, ook met gemeentes om ons heen. En u weet dat er de vorige periode ook sprake was van een samenwerking op het sociaal domein, met name de administratie met de gemeente Almelo, vele malen groter dan Twenterand. Slim verbinden. En wat doet u? Niet terugkomen op die samenwerking, ik heb er niets van kunnen lezen. Wat doet u? U stelt de mensen hier zelf aan. Administratieve mensen. Kunt u dat eens uitleggen? U praat dus aan u het woord. Nou, ik kan in elk geval wederom een poging doen. Het gaat niet alleen om administratieve mensen. Het gaat ook, zoals ik zei, om jeugdconsulenten. Die hebben we ook heel erg nodig. Het gaat ook om WMO-consulenten. Die hebben we ook heel erg nodig. Dus als het puur administratief zou zijn, dan zou u een punt hebben. En ik praat u op een later moment, en wellicht een keer één op één, graag bij over de huidige stand van zaken in binnen OZJT samen 14. En wellicht dat ik u dan ook duidelijk kan maken waarom op dit moment een samenwerking met Almelo niet voor de hand ligt. Maar dat doe ik graag, voorzitter. Dan nog even de vraag naar de tekorten. Want daar is ook naar gevraagd. En wethouder Koster gaf al aan 4,4 miljoen euro. Nou, het loopt richting de 4,5 zelfs. Maar goed, wie let op beton meer of minder zou je bijna zeggen. We zien, voorzitter, dat er een aantal dingen aan de hand zijn. Dat is namelijk een dalende
uitkering vanuit het Rijk, daar waar het gaat om WMO. Dat gaat om een klein beeld te schetsen van 6,8 miljoen in 2015, dus bij de start van de decentralisaties, naar 5,3 miljoen voor dit jaar. Nou, dat veroorzaakt al een verschil van 1,5 miljoen. En daarnaast zie je ook een oplopende vraag, hoewel die niet heel sterk oploopt, maar die loopt wel op. En dat is op zich ook niet zo gek, want op het moment dat je tegen mensen zegt dat ze steeds langer thuis moeten blijven wonen, dan betekent dat automatisch vaker een vraag naar een traplift, een rollator, een scootmobiel. Nou, u kent al de apparaten die daarbij horen. Dus dat is voor een deel te verklaren. Kijkend naar de jeugdzorg en alles wat daarbij hoort. Het is de bulk van onze uitgaven in 2018, 11,8 miljoen. Maar het tekort stabiliseert zich daar wel. Als je kijkt naar 2017 en 2018, dan zit daar zelfs een daling in van een kleine 3 ton. Dat zijn hoopgevende signalen en dat geeft ook aan dat de ingeslagen weg zoals wij die gekozen hebben met een verplaatsing veel meer naar het voorliggend veld, dat die wel zijn vruchten af begint te werpen. Maar nogmaals, dat gaat helaas niet zo snel als we graag zouden willen, maar we komen er wel. En ook de afspraken die gemaakt zijn in het verband over het ontwikkeljaar, ik heb daar in het raadsdebat ook al iets over gezegd, daarvan gaan we in 2019 niet de vruchten plukken, maar in 2020 is mijn verwachting dat we daar wel de eerste positieve resultaten van gaan zien. En ik wil daar ook wel benoemen dat dat de kracht is van de regio. Van de 12 die samen de inkoop gedaan hebben, dat we aanvullende afspraken gemaakt hebben met de 15 grootste zorgaanbieders, waarin we zeggen vanaf 2020 gaan de kosten in elk geval niet meer stijgen, maar ze gaan wel dalen. En dat betekent dat we daar een omslagpunt bereikt hebben en dat we dat gaan zien, hopelijk. En dat dat ook een positief effect zal hebben op de uiteindelijke bijdrage. Dan kijk ik nog even, ja, jongerenwerk en de sport. Daar zal ik nog 2 korte dingen over zeggen. De conclusies die de heer Veldmeijer trekt over het jongerenwerk en welke... En wat daar volgens hem had moeten staan, die laat ik volledig voor zijn rekening. Ik heb u al eerder meegedeeld dat 4 gesprekken gevoerd zijn. Dat op dit moment de raadsbrief bijna klaar is. Ik denk dat die volgende week of die week daarop in het college behandeld zal worden. En dat dan ook duidelijk zal worden wat de oplossingsrichting is zoals die ons voor de geest staan. En ik wil er wel op wijzen, en ik vind dat u dat ook mee moet nemen in wat u zegt, dat er een raadsopdracht ligt om te komen tot een heroriëntatie van het jongerenwerk. En dat die uitspreekt dat die 4 organisaties samen moeten gaan werken. Nou, dan mag u vinden dat daar 2 niet bij horen, of dat daar 2, dat mag. Maar dan hoor ik graag, als u dat in de raad bespreekt, wat de raad dan van vindt. En dan zullen wij, voor zover gewenst, daarop acteren. Ik zou bijna een pauzemuziekje fluiten, voorzitter, maar dat is niet meer nodig, de heer Veldmeijer. Dus. Dan geef ik de heer Veldmeijer het woord. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Nou, wil ik in ieder geval 1 wethouder die wel antwoord geeft vanavond. Meneer Veldmeijer, ik heb moeite met die kwalificaties die u nu uitspreekt. Ik wil het nog een keer zeggen, ik vind dat niet kunnen in de raad. Dus ik hoop dat u op uw woorden wil letten. Ja, het zijn allemaal woorden die ook weer in het woordenboek staan, voorzitter. Ja, maar in het woordenboek worden ze niet aaneengeregeld tot een zin die u nu uitspreekt waar ik moeite mee heb. Daar gaat het mee om en ik wil het nog een keer zeggen, ik ben er niet van gediend als uw voorzitter. Ik snap uw antwoord, maar wij zaten toen natuurlijk nog niet in deze raad. En we hebben daar een hele andere visie over dan de toenmalige raad, dus vandaar onze opmerking. En we zijn ook heel erg benieuwd in welke richting u de oplossing zoekt. Dus we wachten met spanning af. Wethouder, vervolg uw betoog. Dank u wel. Ik wilde er maar mee aangeven dat het elk raadslid uiteraard vrij staat om beleid en keuzes die in het verleden gemaakt zijn om te buigen op het moment dat daar een raadsmeerderheid voor te vinden zou zijn. Dat wilde ik daarover kwijt. En dan nog over de sport, voorzitter. Ik denk dat de technische beantwoording gegeven is door wethouder Koster. En we zijn op dit moment ook bezig om te kijken van nou, als we onverkort dit zouden doorvoeren, wat betekent dat dan?
En hoe zou dat dan uitpakken? We kijken naar de tarieven, ook naar de tarieven in omliggende gemeenten. Dat is wat lastig voor de buitensport, maar voor de binnensport is dat goed te doen. Daar zijn we nu mee bezig. En aanstaande donderdagochtend staat er een volgende overleg gepland met het sportplatform. En dan zullen we ook daarover komen te spreken. Want ik vind het van groot belang, als het lukt, om in elk geval samen met het sportplatform tot oplossingen te komen. En als dat niet lukt, dan kan er een situatie ontstaan waarin we het moeten zeggen van nou, dan gaan we het zo doen. Maar ik hoop, en mijn inzet zal zijn om dat te voorkomen, omdat iets wat door de sport gedragen wordt, samen met ons uiteindelijk veel meer kans van slagen heeft. En er was nog één andere vraag over sport, dacht ik, maar die ben ik even kwijt. Die zal in tweede termijn, als het nog aan de orde moet komen, tweede termijn komen. Wethouder, was u klaar met uw... Ja, dan denk ik dat ik voor nu klaar ben, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar de raad voor de tweede termijn en ik kijk naar de heer Elzega. De heer Elzega die krijgt straks een tweede kans. Ik kijk naar de heer Kerkdijk. En ik verzoek u toch om het kort te houden en te beperken tot de bestuursrapportage 2018. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Voorzitter, ik zou niet anders durven om het kort te houden. Dank u wel. Ten aanzien van het OMD-vervoer, 720.000 euro. Ik heb deze even uitgerekend. Het gaat om hogere kilometers, meer kilometers dan begroot. Het gaat dus om zo'n kleine 4 miljoen kilometers van 19 eurocent. Dus wat dat betreft een heel bedrag. En ik denk dat we daar met de begrotingbehandeling op terugkomen. Daarbij een overweging op een vraag die ik gesteld heb, waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Hoe zit het met die dienstverlening, et cetera? Misschien is een klanttevredenheidsonderzoek op dit onderwerp zeer zeker op zijn plaats, want de klachten liegen er niet om. Dus we betalen veel geld en we hebben ontevreden klanten. Ik geef het maar even mee, ook daar zullen we op terugkomen. De vierde wethouder is al genoeg van gezegd. Dan het personeel in het sociaal domein. We kunnen vaststellen dat dit college ervoor kiest te investeren, in management, bureaucratie en niet in de zorg. En dat voor 700.000 euro. En voor de kijkers, luisteraars, 14% OZB. En het gaat er niet om dat dit niet naar de zorg moet. Het gaat erom op de manier waarop het gaat. En dit vinden we onverantwoord. Het in personeel te stoppen en niet in de zorg waar het werkelijk om gaat. De handen aan het bed, zoals we dat in de echte zorg noemen. Dan opmerking van de heer Veldmeijer over de huisvesting in het gemeentehuis. Het idee om zorgzaam hierin te laten trekken is eigenlijk wel een hele leuke, want daarmee kun je dus inderdaad het punt beter geschikt maken voor commerciële handelingen. Ja, en zorgzaam en de gemeente zijn al zodanig met elkaar verbonden dat het onder één dak verkeer ook geen probleem is. Dus het voorstel spreekt ons aan. Voorzitter, als laatste. Nee, ik heb er nog één. De discussie met de wethouder Financiën over wat voor greep doen we in de reserves. Nou, het is wel terug te halen uit deze BRAP. De wethouder heeft net al gezegd dat hij 184.570 euro als nadeel presenteert. Maar dan moet hij er even bij noemen dat het totale negatieve resultaat 3.343.547 euro is. Oftewel, er wordt 3.250.000 euro afgerond uit de reserves gehaald door dit college. Dat houdt in dat er dus zo'n 15% van de reserves weglekt naar een BRAP waar wij, en dat zal duidelijk zijn, waar we ons niet in zullen kunnen vinden. De CDA-fractie zal niet voorstemmen. Vooral ook omdat we het hebben over, ik heb het net al genoemd, 15%, 14% personeel in de zorg. 14% verhoging van de OZB. 5%, nee, 1,5% voor overigens een vierde wethouder, die er ook maar bij is gekomen. En dan heb je al bij elkaar zo'n 16,5%. We zullen daar ook nog wel op terugkomen. Want ik denk dat we boven de 20% uitkomen ten aanzien van hoe het naar ons idee zou moeten zijn. Maar we komen daar graag op terug. We zullen dus in het kader van de begroting 2019 ons gaan beraden hoe we en welke benadering we kiezen. U hoort van ons. Tot zover, voorzitter. Dank u. Ja, daarvoor zit je ook in de raad, denk ik. Om hier het debat te voeren. De heer Elzega, wilt u nog in tweede termijn? En ik had aangegeven, kort. Voorzitter, de beantwoording, ik heb ze allemaal ontvangen, gelukkig ook over de SOWECO, hoe dat precies zit. En ja, het sociaal domein, dat realiseren we ons terdege. Het is natuurlijk een kwestie, het sociaal domein. Hier wordt net genoemd door de heer Kerdijk, we kiezen voor geen handen aan het bed. Dat betekent dat hij die keuze 4 jaar geleden ook gemaakt heeft. Heeft het incidenteel opgelost met de CDA, met zijn verantwoordelijke wethouders. En nu wordt er voor een structurele oplossing gezocht. En ik denk dat het een goede zaak is, want we moeten dit gewoon achter de kiezer hebben. Het is even kouwen,
maar wel oplossen en structureel. En niet van dat halfzachte, de hele reserve is allemaal leeghalen tot we bijna helemaal niks meer hebben. Want zover zitten we nu, dat heeft de provincie ook gezegd. Dit is nog maar de enige oplossing. Maar ik ben benieuwd wat voor voorstellen er komen. Even over de gemeentelijke gebouwen. Want er werd gezegd dat ik niet kon lezen. Het stond op pagina 23, maar er staat wel degelijk op pagina 21. Dat de zoekrichting, huisvesting, extra diensten, gemeentehuis en verhuur gemeentelijke gebouwen worden niet gehaald, €85.000. Nou, gemeentehuis is een gemeentelijk gebouw, maar we hebben ook een gemeentewerf, ja, ik kan ze allemaal wel gaan noemen. Dus mijn vraag was ook in die zin terecht van hoe dat komt, maar het blijkt dus nu in het gemeentehuis te liggen. Maar misschien is het best wel zo dat je het gemeentewerf, ook een prachtig gebouw met prachtige kantoren, we hebben daar een keer een rondleiding gehad vlak voor de vakantie. Misschien is het iets voor de gemeente om daar ook eens naar te kijken over effectiviteit in gebruik van het gebouw. Want daar wordt wel eens gezegd, er is nog wel wat ruimte. Dus in die zin zou ik college mee willen geven om daar dan straks, als je dan toch terugkomt met een voorstel, om daarin misschien wel mee te nemen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt. Of aan u het woord. U houdt kort, ja tuurlijk. Ik verwacht niet anders van u. U hoeft niet. Nou, dat is helemaal kort. De heer Jonker. Ik begreep u niet goed. Sorry, excuus. Ja, ik moet er natuurlijk overal op letten. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. Ook dank aan het college voor het beantwoorden van de vragen. Ik heb nog een aantal vragen niet beantwoord gekregen. Het gaat om de minder uitgegeven bijstandsuitkeringen. Kunnen we daar een analyse van krijgen hoe het daarmee is? De positieve uitstroomresultaten en over de gang van zaken rondom de controleerbaarheid en de declaraties in het sociale domein en de rechtmatigheid daarvan. En voor de rest, het gaat hier om een bestuurlijke rapportage. De SGP zal daar niet tegen stemmen. Wel vinden we het erg jammer dat het de reserves niet duidelijk worden aangegeven waar de gelden in omgaan. De heer Kerkdijk gaf het net ook al aan, gaan miljoenen in om. Dus we moeten daar ons nog maar eens een keer over beraden om dat de volgende keer toch anders te doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer. Wilt u nee? De heer Kobus ook niet. De heer Reusken, aan u het woord. Toch nog één vraag. Dat betreft de taal die gebezigd wordt in deze BRAP-rapportage. Ik noemde daar net al een voorbeeld van. Daar hebben we nog geen reactie op gekregen. En ik zou toch ook wel, daar waar we de inwoners van Twentehand willen informeren, niet alleen maar vanavond via de tv of via de radio, dat als dit soort stukken worden gepubliceerd, dat we daar toch aandacht voor hebben. Dank u wel. Dank u wel allemaal voor uw inbreng. Wethouder Koster, ik geef u het woord. Ik zal namens het college reageren. Laat ik dan beginnen met de beantwoording van de heer Reusken. U heeft volkomen gelijk. De zinsnede zoals u die zojuist aanhaalde in uw eerste termijn, die zal ik u doen toekomen in een begrijpelijke taal. En dat zal dan schriftelijk gebeuren. En uw opmerking, u weet, dit college is veel aangelegen om ook laaggeletterden in onze gemeente tegemoet te komen. Om op die wijze ook duidelijk te maken waar we als bestuur voor staan en hoe we rapporteren. Dus in die zin trek ik me dat zeker aan en daar komt een antwoord op. Even kijken, de vragen met betrekking tot minder uitgegeven met de uitkering die de SGP stelt en de controleerbaarheid van de declaraties. Laat me die vraag ook schriftelijk bij u beantwoorden. Met betrekking tot wat GBT zegt, van gaat het nou alleen over het gemeentehuis, of zijn er ook andere gemeentelijke gebouwen? Terecht zegt u dat, daar staat gebouwen. We zijn bezig om het hele gemeentelijk vastgoed inzichtelijk te krijgen en te kijken van wat gaan we daarmee doen. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, kom ik daar ook bij u op terug schriftelijk. Niet alleen bij u, maar bij de hele raad. Dan wat betreft die reserves. Ja, meneer Kerkdijk, u heeft inderdaad een mooie optelsom gemaakt en u heeft gezegd van dat is wat u heeft onttrokken aan de reserves. Dat is correct en daarvoor zijn het reserves. Die hebben wij gevormd om juist dit soort dingen op te kunnen vangen. En de tekorten zitten in het sociaal domein. De uitgaven zijn hoger dan de rijksbijdragen die we hiervoor ontvangen. Daar hebben wij een reserve gevormd en daar hebben we nu die gelden aan onttrokken. Dat is het hele verhaal en ik kan er niet meer van maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.
De heer Paters en de heer Harmsen. Wethouder Paters, aan u het woord. En als laatste wethouder Harmsen. En dan sluit ik deze bespreking af. En dan gaan we over tot besluitvorming. Wethouder Paters, aan u het woord. Voorzitter, ik heb eigenlijk maar één opmerking. Één bijna hartekreet. En die gaat richting de heer Kerkdijk. Wat hij zegt over geld in personeel en geld niet in de zorg, handen aan het bed, dan zou ik daar twee dingen op willen zeggen. Als u het heeft over handen aan het bed, dan zou u zich eens af moeten vragen wat we hier aan het doen zijn. Hoe we echt aan het transformeren zijn naar het voorliggend veld. Dat heeft niets met bed te maken, dat is één. En twee, en dat is zo mogelijk een nog grotere hartekreet, door het op die manier te zeggen, doet u de mensen hier, de WMO-consulenten, de jeugdconsulenten, maar ook de mensen van het back-office die werken om de administratie op orde te krijgen, zodat we daarover geen vragen krijgen, zodat we dat zo goed mogelijk inzichtelijk hebben. Daarmee doet u die mensen ontzettend tekort. Ontzettend tekort. En ik vind dat u dat op die manier zo plat niet kan maken om dat op die manier te zeggen. De heer Kerkdijk heeft de vraag nu. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ik denk dat de heer Paters mij verkeerd begrepen heeft. Want het gaat er niet om dat dit geld niet moet worden uitgegeven. Het gaat erom hoe u als college dit geld uitgeeft. Ik heb net al gezegd, u gaat al aangeven hoe u het uit wilt geven, voordat u weet wat u werkelijk wilt doen. En die vraag, daar moet eerst een antwoord op komen. En misschien moet het dan wel een miljoen zijn. Maar om nu te zeggen, ja, we hebben er 10 rondlopen en we moeten wel wat, dus we stellen ze maar aan. Dat vinden wij de gemakkelijke weg. En nogmaals, met respect voor al die mensen die hun best doen in dit huis, dat weet ik. En daar hebben we erg veel respect voor. Ik heb dat net ook ten aanzien van de consulentenbijstand gezegd. Dat geldt voor WMO, dat geldt voor jeugdhulp. Maar nogmaals, eerst bedenken wat je wil doen voordat je het omzet in, we zetten de contracten zetten we door. Dat was de enige oproep. Heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, ik neem nota van wat de heer Kerkdijk zegt. Het is uiteindelijk zijn mening. Ik ben in elk geval blij dat hij met mij erkent dat in dit huis, maar vooral ook daarbuiten, door de dames en heren die heel plat gezegd met de voeten in de klei staan, dat daar heel hard gewerkt wordt. En dat we dus wat mij betreft voorzichtig moeten zijn in hoe we dat soort zaken formuleren. Want ik wil juist die mensen niet tekort doen op wat ze hier doen, dag in, dag uit. Dank u wel. Wel, dan de heer Harmsen. Als laatste namens het college ga ik over tot besluitvorming. Ja, u moet wel een pasje meenemen, anders gaat het niet goed. Dan bent u de heer Paters en zijn we van slag. Wethouder Harmsen, aan u het woord. Ja, er was nog een vraag over het OMD-vervoer. Daar wil ik graag nog even antwoord over geven. Er zijn bij ons geen officiële klachten binnengekomen. Daarmee zeg ik niet dat er geen klachten zijn. Ze zijn bij ons niet binnengekomen. Er is een klachtenafhandeling die loopt via de waar de aanbesteding is gegund, dus dat is Witteveenbaan. Daar zit de klachtenafdeling. Wij krijgen daar periodiek krijgen we daar een rapportage van. Die verwachten wij medio oktober. Reken erop dat wij het ook gaan uitzoeken of dit daadwerkelijk zo is, of er klachten zijn binnengekomen. En als die er zijn, dan gaan we daar ook daadwerkelijk mee aan de slag. Dus wij gaan dat uitzoeken. Dank u wel. Heeft de heer Kerkdijk nog een vraag? Nu, de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, het is bij ons bekend dat er wel degelijk per mail klachten richting het gemeentehuis zijn gestuurd waar geen antwoord op is gekomen. Dus ik zou toch een oproep willen doen dat goed na te trekken. Ik neem aan dat met uw CORSA-registratiesysteem, dat hebt u volgens mij, moet dat terug te vinden zijn. Dus we horen graag wat daar de stand van zaken van is. Wethouder, aan u het woord. Ja, dat gaan we zeker uitzoeken, want wij hebben daar ook net zoveel belang bij als dat u daar belang bij heeft. Dus dat gaan we zeker doen. Er was nog iets over de communicatie. Ik heb communicatie in de portefeuille en ik zie het ook zeker als mooie uitdaging. Dat hebben we straks op de programmabegroting. Om dat op een goede manier aan onze inwoners duidelijk te maken en soms ook aan onze eigen raad. Dus dat gaan we doen. Dank u wel. Dan sluit ik deze bespreking af en ga ik verder met de besluitvorming. En we nemen een viertal besluiten. Besluit 1, kennis te nemen van de bestuursrapportage CQD BRAP 2018. De tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2018. De programmabegroting 2018 als volgt te wijzigen. Er worden programma Veilig Leefklimaat, Aantrekkelijke Gemeente, Maatschappelijke Ontwikkeling en Zelfredzaamheid, Klantgericht Organisatie en Bestuur. En het totaal nadeel van deze BRAP, ik laat al die andere getallen even zitten,
is een nadeel van 184.570,47. Het derde besluit, het nadelig saldo van de BRAP 2018 te onttrekken aan de algemene risicoreserve en de BRAP 2018 vast te stellen. Ik ga over tot stemming en vraag eerst, wil iemand een stemverklaring afleggen? Dan ga ik uit van de inbreng dat u stemming wil en vraag wie voor dit besluit is, dit voorstel. Wie is voor? Dat is de fractie ChristenUnie, SGP, VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks en het GBT. Wie is tegen? Dit is de fractie van het CDA en de PVV. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar het laatste agendapunt voor vanavond. En ik ga door. Duurzaamheid, ja. Ik moet even schakelen. Het onderwerp duurzaamheid wil ik eerst de heer Huisjes als eerste het woord geven. Omdat u ook met een motie komt, heeft net uw wethouder. En dan kunnen we ook allemaal daarop ingaan. Mijn excuus. Dan gaan we over tot de uitvoering agenda Duurzaam Twenterand 2019. En ik geef u het woord. Heer voorzitter en de leden van de raad. De ChristenUnie heeft u een motie gestuurd waarmee wij beoogden om de agenda Duurzaam Twenterand iets concreter te maken. Ook heb ik u namens mijn fractie die motie ambtelijk bekendgemaakt. En zojuist, vlak voor deze vergadering, kreeg ik de informatie dat het grootste gedeelte van de in onze motie genoemde punten reeds wordt aangewerkt binnen de gemeente. Dus wij dienen de motie niet in. Toch wil de ChristenUnie hier nog wel een aantal voor ons belangrijke punten noemen. Het Twenterand werkt aan de agenda Duurzaam Twenterand. Hierin wil samenwerken met partnerorganisaties, ondernemers en inwoners. En zoeken naar koppelkansen met projecten van partners en andere overheden. Twenterand werkt aan een duurzame en leefbare omgeving die energie-neutraal, circulair en klimaatbestendig is. En op dit moment is Twenterand nog niet voorzienend in het duurzame energie. Toch liggen er wel koppelkansen met het waterschap. Waterschap Vechtstromen doet op dit moment nog niet wat om energie op te wekken vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Al met al, verduurzaming in de breedste zin is waar de ChristenUnie voor staat. En gelukkig mogen we constateren dat dit steeds meer het DNA van ons beleid wordt. Graag willen wij wel meegenomen worden in alles wat hier gebeurt. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van het CDA of iemand het woord wil. CDA niet. De SGP aan... de heer Reusken heeft een vraag eerst aan u nog, de heer Huisjes. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik kan me het raadsdebat nog herinneren over dit onderwerp. En daarbij ging het niet alleen maar over de inhoud waar wij achter staan. Daarbij ging het ook over de financiering. Ik heb destijds aan het ChristenUnie gevraagd van hoe staan zij aan tegen de dekking zoals die nu wordt voorgesteld. En toen kreeg ik het antwoord, dat zult u zien bij de raadsvergadering, want dan zullen we u kenbaar maken of wij akkoord gaan met de dekking zoals die gegeven is. Ik ben benieuwd of u akkoord gaat met het voorstel zoals het nu ligt, waarin een dekkingsvoorstel ligt, waarvan wij vinden dat die blanco is. Maar begrijp ik nu dat u akkoord gaat met de financiële dekking zoals die nu wordt voorgesteld? Heer, als u dan nu het woord. Daar heb ik nu zo op dit moment geen antwoord op. Oké, nou, dan is dat ook helder. Maakt niet uit. Dan gaan wij verder. De heer Jonker heeft ook nog een vraag aan u, de heer Reusken. Ja, de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had de motie ook nog heel snel gelezen vanavond, maar het is goed dat u hem intrekt. Want ik denk ook dat het college heel veel al doet. Maar mij triggerde wel even de zin van Twenterand is op dit moment nog niet zelfvoorzienend als het gaat om duurzame energie. Mijn vraag is, denkt de ChristenUnie ook dat wij dat moeten worden in Twenterand?
Huisjes, aan u het woord. Dat is natuurlijk wel een streven. Wij zijn voor zelfredzaamheid op allerlei fronten. Dus waarom niet op energie? De heer Jonker, nog een aanvullende vraag, nu het woord. Aanvullende vraag, ja. Ik denk, voorzitter, dat we moeten oppassen voor al te veel, duurzaamheid als modewoord. Het is heel goed dat er daar volop aandacht voor is. Het college heeft daar ook volop de aandacht voor. Maar het is denk ik een illusie om te zeggen dat wij compleet afhankelijk kunnen zijn van duurzame energie. Kijk, zon en wind zal een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze energiepakket. En dat kan nog beter. Maar wij kunnen niet zonder gas en fossiele brandstoffen. Wel moeten wij natuurlijk, dat deel ik met de ChristenUnie en terecht dat u dat ook aangeeft, dat wij goede rentmeesters moeten zijn over de schepping. Dank u wel. Dank u wel. Geen vragen nu. Dan kunt u ook gaan zitten. Even voor de duidelijkheid. De motie was nog niet ingediend. Dus ja, maakt ook geen onderdeel van en kan ook niet worden ingetrokken. Hij wordt gewoon niet ingediend. Even voor alle duidelijkheid voor het archief. Dan kijk ik even naar de heer Jonker of u ook het woord wil. In eerste termijn. Wilt u nu ook het woord over dit onderwerp? Nee. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PVV is tegen dit raadsvoorstel en wenst niet geassocieerd te worden als een partij die 50.000 euro belastinggeld uittrekt voor allerlei vage plannetjes op energiegebied. De PVV wil deze 50.000 euro besteden aan zaken waar burgers wel wat aan hebben. Neem een BOA in dienst, verbeter de dienstverlening aan burgers of stop het in een veilige kruising ergens. Maar geniet van 50.000 euro experimenteren in allerlei flutprojectjes of geef het desnoods aan de familie Keizer. In Den Haag is het hommeles. De VVD en het CDA Den Haag vragen zich af of we wel de goede kant op gaan met de energietransitie. Natuurlijk, er zijn verkiezingen in zicht en dan zien we bij deze partijen wel vaker zogenaamde plotselinge inzichten. Inzichten die de PVV al sinds jaar en dag heeft. En na de verkiezingen gaan ze vrolijk verder met waar ze gebleven waren. Kiezersbedrog, de elite heeft het tot kunst verheven. Maar het geeft wel aan dat ook in Den Haag getwijfeld wordt aan de koers die we nu varen op het gebied van de energietransitie. Wij zeggen, voorzitter, stop met deze waanzin en besteed belastinggeld waar het voor bedoeld is. Het aanleggen van wegen, het zorgen voor veiligheid, het handhaven van verordeningen, het ondersteunen van mensen die buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt. Ga terug naar de kerntaken en hou op met deze linkse geitenwolle sokken nutteloze geldverspillende hobby. Het zorgt alleen maar voor tweedeling in de maatschappij en voor torenhoge energiekosten voor onze inwoners. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kobus, of die het woord wil. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg toch bijna weer de neiging om toch die geitenwolle sokken uit het was. Dat zou de heer Veldmeijer. U staat hier als niet, nee. Dat zou de heer Veldmeijer niet willen dat ik hier sta te spreken namens de PVV. Ik denk dat we het niet snel eens worden. Ik krijg bijna weer de neiging om toch die geitenvolle sok uit de tas te halen en hem dat gegeven. Maar dat doe ik niet. We hebben al een inhoudelijk debat gevoerd in de raadsdebatten. Dus daar ga ik niet in herhaling treden. Wij vinden dit een goed verhaal en wij staan hier volledig achter. Wat ik nog wel het college wil meegeven is, heb aandacht voor draagvlak en draagkracht. Want dat is heel erg belangrijk om dit te realiseren. Dus daar vraag ik nog specifiek aandacht voor. Waar wij niet mee eens zijn, is de financiële dekking. En op dat onderdeel zullen wij tegen dit raadsvoorstel stemmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar het GBT. Wie daar... Ja, niemand? Niemand hoort? Nou, dan ga ik naar de wethouder van Abbema, zal namens het college reageren. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. We hebben hier bij de raadsdebatten ook al redelijk uitgebreid over gesproken. Dus het is misschien daarom ook wel logisch dat er eigenlijk geen vragen nu gesteld zijn. Wel een aantal opmerkingen en politieke opvattingen. Dus dat is goed, daar neem ik kennis van. Ik neem ook kennis van de oproep van de heer Reuske van de PvdA om met name ook GroenLinks met name
ook alert te zijn op draagvlak en draagkracht. En het bijzondere is wat mij betreft wel dat ook een partij waarmee u zich waarschijnlijk wat minder snel zult vergelijken, de PVV namelijk ook voortdurend aandacht vraagt voor mensen die het allemaal minder goed kunnen betalen. En ik laat u daarbij ook wel vertellen, of ik vertel u daarbij dat dit college dat ook heel serieus neemt. Want het is niet geheel ten onrechte dat in Den Haag een aantal partijen ook gezegd hebben van wij willen eerst ook even zien wat het betekent, die hele energietransitie en die klimaatafspraken, want zoals het nu er staat, komt er een hele grote claim ook bij de bebouwde omgeving, dus bij onze burgers. En in een eerder debat heb ik ook al gezegd dat dit college daar ook blijvend aandacht wil hebben voor mensen die het allemaal wat minder goed kunnen betalen. Voorzitter, even naar aanleiding van de niet ingediende motie. Dan de heer Veldmeijer heeft nog een vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij was het juist deze wethouder die koploper wilde worden op duurzaamheid gebied. En betekent nu hetgeen wat u nu uitspreekt, namelijk dat ook in Den Haag men nog moet afwachten wat dit voor effecten heeft op de landelijke omgeving, maar ook op de portemonnee van de burger, dat u nu toch een beetje op de rem gaat trappen met al deze plannetjes. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, nee, dat is zeker niet het geval. Maar ik stel wel vast, en dat doe ik niet alleen, dat doet denk ik de hele politiek zo ongeveer in Den Haag, dat de energietransitie een ongelooflijk grote ingreep is in onze samenleving. En daar past het ook bij dat we wel heel goed met elkaar bedenken waar de lasten dan ook terechtkomen. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar in Den Haag ook meer dan voldoende aandacht voor is. Ik gaf aan nog eventjes in te willen gaan op de niet ingediende motie. De motie is wel aangereikt aan het college en is vervolgens ook ambtelijk even gecheckt. En ambtelijk heb ik het volgende antwoord gekregen. En dat kwam van waterschap Vechtstromen. Op dit moment wordt het slip van Vechtstromen verwerkt in Emmen, Hengelo en Enschede. En eind 2019 is de energiefabriek in Hengelo klaar. En dan sluit de installatie in Enschede. Vanaf dat moment wordt het slip van de Twentse zuiveringen vergist in Hengelo. Dus dat is eigenlijk de stand van zaken en dat maakte dat ik ook aan de niet-indiener van de motie, maar in ieder geval de ChristenUnie die dat heeft aangegeven, ook heb aangegeven, ja, deze motie is eigenlijk overbodig, want het wordt al opgepakt. Denk niet weg, voorzitter, dat wij uiteraard onze raad ook actief zullen blijven informeren over alles waar wij mee bezig zijn in de agenda duurzaamheid. Dank. Dank u wel, wethouder. Dan kijk nog de raad rond. Ik ga beginnen aan mijn rechterkant, ChristenUnie, of iemand aan de rechterkant het woord nog wil. Iemand aan de linkerkant ook niet. Dan sluit ik het debat en ga ik over tot stemming. Mijn eerste vraag is, wil iemand een stemverklaring afleggen? De heer Reusken namens Partij van de Arbeid GroenLinks. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij gaan akkoord met het onderdeel 1 van het raadsvoorstel en niet akkoord met de dekking, punt 2. Dank u wel. Nog meer, de heer. Ja, aan u het woord. Aan de CDA. Sorry. Aan u het woord. Ja, dit is al laat. De heer Kelder zal namens het CDA ook een stemverklaring afleggen. De heer Kelder, aan u het woord. Wij hebben in het raadsdebat duidelijk aangegeven dat met name de dekking ons niet past in het beleid wat wij jaren hebben gevoerd. En het ook bij de vorige oppositiepartijen ook daar altijd ons op hebben gewezen. En wij stemmen daarom daar op dit punt in ieder geval tegen. Ik wil toch even zeggen dat de bordjes van de heer, van mevrouw Smelt en de heer Kelder verwisseld zijn. Dus ik zat echt heel goed te kijken van, hier klopt iets niet. Ik wil er wel even een melding van maken. Ja. Sorry, dank u wel. Ik kijk nog even rond aan mijn linkerkant of er nog stemverklaringen zijn. Dan ga ik over tot stemming. Wie is voor het voorstel zoals het voor ligt?
fractie van het GBT, ChristenUnie, SGP, VVD en de heer Reuske met erbij zijn gemaakte opmerking en het CDA. Maar u bent ook voor. Nee, met stemmen. Ja, uiteraard, die stemmen klaar en blijft. Dus alle fracties zijn voor. Met de... Sorry. Wie is tegen? 100 jaar valt, 4 jaar valt wel meer op. Ja. Oké, okay. Ja, hoopt u. Maar de heer Veldmeijer, PV is tegen. De rest is voor met daarbij de gemaakte opmerkingen en stemverklaringen. Een tweetal door het CDA en door de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja, dan ga ik nu wel naar het laatste onderwerp. De motie vreemd aan de orde zal ingediend worden door de heer Kobus van de VVD. De heer Kobus, ik geef u het woord om deze motie in te dienen. En ik zal ondertussen kijken hoe precies het verloop gaat. Aan u is het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uit gesprekken met de ondernemersclub, met name van ons op, is ons gebleken dat er nog steeds een wens is om te komen tot een pilot voor Koopzondag. Zij zijn uiteindelijk ook met een voorstel gekomen van 23 december. En om dat mogelijk te maken stellen wij de volgende motie voor. De Raad van de gemeente Twenteland in vergadering bijeen op dinsdag 2 oktober 2018 constateren dat ondernemend Van ons Hoop meermalen aangegeven heeft een pilot koopzondagen te willen starten. Steeds meer winkelend publiek deze wens ook heeft en nu naar omliggende gemeenten gaat. Veel omliggende gemeenten op zondag middenstandsactiviteiten hebben. En overwegende dat ondernemend Vroom Soop opnieuw schriftelijk een verzoek heeft gericht aan de gemeenteraad van Twenteland. Dit initiatief past bij de overheidsparticipatie. De gemeente richting de ondernemers een faciliterende rol heeft. De winkeliers door de gedwongen sluiting op zondag in een oneerlijke concurrentiepositie komen. En gezien de gewenste ontwikkeling van toeristische gemeenten activiteiten op zondag wenselijk zijn. Verzoekt het college om aan de gemeenteraad een gewijzigde, zeker nieuwe winkeltijdenverordening ter besluitvorming voor te leggen, op grond waarvan het verzoek van ondernemend Vroom Soop in zaken de pilot koopzondag 23 december 2018 kan worden gehonoreerd. Hierbij rekening te houden met het gelijkheidsbeginsel en de wettelijke inspraakmogelijkheden, als mede met de publicatietermijn in het gemeenteblad. Voor het verstrijken van 1 april 2019 samen met ondernemend Vroom Soop deze pilot te evalueren en de bevindingen te delen met de gemeenteraad en afspraken te maken over het vervolg. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. En de motie is ondertekend door uiteraard uw eigen fractie, door de PVV en door de Partij van de Arbeid GroenLinks. Even voor de procedure. Iedereen krijgt de eerste termijn spreektijd. Vervolgens reageert het college. Vervolgens een tweede termijn indien nodig, college indien nodig en dan gaan we over tot stemming. Maar de heer Jonker heeft een vraag aan de heer Kobus op dit moment. En de motie wordt ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Heer Jonker, aan u het woord. Voorzitter, nog één opmerking. Deze motie wordt mede ingediend door de fractie van de PVV en door de fractie van PvdA GroenLinks. Had ik net ook al geconstateerd, maar dat hoorde u niet, maar ik had het ook even vermeld al. Door drie fracties wordt deze motie ingediend. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is een spannende avond op dit moment. Ik vertel niets nieuws dat de SGP tegen deze motie zal stemmen. Maar het moet mij toch wel wat van het hart. Ook de hoofdreden waarom wij tegen zijn. Dit voorstel of deze motie gaat lijnrecht in tegen de 10 geboden des Heren, de wet van God, dat zal de heer Kobus ook niet ontkennen. En het is ook mijn plicht en mijn roeping om als raadslid ook de indieners daarvan in kennis te stellen en ook een oproep te doen. Doe dit niet, want het verlaten van Gods wet, dat zal geen dageraad hebben. Voorzitter, het is moeilijk voor de SGP zo'n debat. Maar de heer Kobus heeft en de indieners hebben het recht ook om deze motie in te dienen. Maar daarboven staat toch de wet des Heren die ons lief is. En elke zondag herinnert er ons aan de rust, maar ook de eeuwige rust die voor allen die God lief hebben eenmaal te wachten staat. Ik wil dat toch vooraf gezegd hebben,
Ook deze motie kent meerdere overwegingen om tegen te zijn, maar ik voel me toch geroepen om dat nu, bij deze gelegenheid, nu al te melden. Dus mijn oproep zou zijn, doe het niet. Goed, ik kijk naar de heer Kovens, maar aan u het woord en uiteraard ga ik dan de ronde in, zodat ook het debat met elke fractie gevoerd kan worden. De heer Kovens hoeft niet. Ja, u hoeft er niet. Er was geen vraag. Ik wil een korte reactie geven. Nee, het hoeft niet. Maar met alle respect voor de SGP en de heer Jonker, daar kan ik natuurlijk niks tegen inbrengen. Hè. Dat is een principiële mening die hij heeft en die respecteer ik ook. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die daar anders over denken en die graag toch deze motie in werking zien treden. Dus, ja, dank u wel. Ik wil ook graag even reageren op de woorden van mijn collega van de SGP. Nou, als mede-indiener van de motie, voorzitter. Prima, doe maar. Ja. Ik heb ook respect voor uw mening, maar het betekent niet dat elke zondag de winkels open zijn. Het gaat om, uiteindelijk denk ik, om 3 of 4, wellicht 5 zondagen. En ik vind, respect moet van 2 kanten komen. En op het moment dat wij tegen u zeggen, wij respecteren dat 48 of 47 weken de winkels gesloten zijn, dan zou ik het wel heel mooi vinden als u de andere kant om op ook ons respecteert als ze zeggen, geef ons dan 5 zondagen dat de winkels wel open mogen. Dat zou ik mee willen geven aan mijn collega, voorzitter. Dank u wel. Ook terecht dat u het woord kreeg in dit, dat u mede-indiener bent. De motie is ingediend bij de Griffie. U heeft hem ook allemaal ontvangen. Hij is voldoende ondertekend. En ik geef het woord aan iemand van de heer Elsinga namens het GDT aan u het woord. En dan CDA nog. Ga ik zo van groot naar klein. De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Zoals iedereen wel weet, vorig jaar eigenlijk al, maar ook sinds het coalitieakkoord is uitgekomen, is de koopzondag een vrije kwestie bij GWT. De stemming was de vorige keer, ik wil niemand angst aanjagen of zo, 4 voor, 2 tegen en 1 was afwezig. Ik weet niet of de uitslag vanavond vergelijkend zal zijn, maar de 1 vergelijking is er wel, er is er 1 afwezig en dat is Albert Engels, die is ziek. Dus wat dat betreft wil ik dat toch wel even melden. Op 4 september hebben wij het in de fractie besproken van wat ieders standpunt was. Want er zijn een aantal nieuwe mensen, een flink aantal nieuwe mensen bij ons in de fractie. Dus iedereen weet zo'n beetje wel bij ons, ik weet niet of ze het van elkaar weten, hoe de vlag erbij hangt. Een vrije stem betekent ook, hè, zonder last of ruggespraak, zou eigenlijk vaker moeten gebeuren. Maar dat kan niet altijd in de politiek. Een vrije stem betekent ook dat zij zelf mochten communiceren of ze het kenbaar wilden maken of niet. Hè, of ze het voor zichzelf wilden houden tot vanavond, of dat ze het... Als men daarna vroeg, hè, tijdens de barbecue, is er bijvoorbeeld door de heer Kovens een aantal mensen gevraagd, ja dat mag. En ze waren vrij om daar een antwoord op te geven. Ik hoorde net al de heer Veldmeijer zeggen over het respect en dat is ook op die manier zoals wij erover hebben gesproken. Iedereen heeft een levensovertuiging, een persoonlijke levensovertuiging, een principe. Want of je nu voor of tegen bent, het gaat niet eens meer om 1, 4 of 6. Maar zelfs al is het zo dat mensen heel gelovig zijn, wil nog niet zeggen dat ze tegen de koopzondag zijn, maar ook andersom. Er zijn ook mensen die niet gelovig zijn, maar toch tegen de koopzondag. Dat kan allemaal. Die tijd dat dat een logische koppeling was, die is gewoon voorbij. Voorzitter, 1 ding wil ik wel opmerken richting de motie van de heer Kovens. En dat is waarom er is gekozen, en daar moet hij straks mijn antwoord op geven, voor 1 zondag. Want wij hebben toen op 4 september gesproken over 4 tot 6. Dat was het gesprek wat wij hebben gehad, nou nu is het 1. Want dan moet ik toch verwijzen naar de brief die we hebben ontvangen van de heer Op de Weeg. Altijd mooi dat inwoners meedenken. En die zegt eigenlijk bij vraag 3 van hoe ga je dan evalueren op die koopzondag? Stel dat het heel erg beroerd weer is. Hè? Is het dan mislukt? Of zijn er dusdanige evenementen eromheen georganiseerd dat het een succes is? Maar waar ligt dat dan aan?
Dus dat vond ik wel een hele goede opmerking en ik zou de heer Kobus willen vragen hoe hij daar dan tegenaan kijkt. Dus voor één koopzondag is lastig evalueren, dat wil ik maar meegeven. Tot zover, voorzitter. En u zult het zo meteen gaan meemaken, hè? Want blijft alles bij hetzelfde of volgt er een historisch besluit? Want hoe je er ook tegenaan kijkt, dat is het dan wel. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Kelder. Ja. Ik was net helemaal in verwarring met uw naam. Ik denk, zie ik dat wel goed? Heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, los van de mooie haren ben ik ook qua leeftijd iets anders, maar goed. Dit is een speciaal onderwerp. Wij zijn een christelijke partij. We hebben dit onderwerp natuurlijk in de loop der jaren een aantal keren best wel aan de orde gehad. We hebben ook bij de samenstelling van ons verkiezingsprogramma is dit uitvoerig aan de orde geweest. En we hebben intern de keuze gemaakt om de zondagrust eigenlijk intact te laten. En we hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd, wij willen de zondagsluiting willen wij niet. Dit is ook in onze partij uitvoerig besproken. En met alle respect voor de indieners, dat staat iedereen vrij. En ik heb ook respect voor de inbreng die de heer Veldmeijer zegt. Alleen wij vertegenwoordigen een aantal mensen die op ons gestemd hebben. Wij hebben gezegd van, wij kiezen niet voor opening op zondag. En dat hebben wij te respecteren. Los daarvan staat ook onze fractieleden gewoon vrij om voor persoonlijke titel te stemmen. Ja, dat mag helder zijn. Wij zijn niet geen partij waar iedereen verbonden is en een krabbeltje en een kruisje zet en alleen maar ja of nee mag zeggen. Maar we hebben wel als partij een keuze gemaakt. Wij vertegenwoordigen een groot aantal mensen en die hebben gevonden dat wij op dit punt het goed doen. Het is de heer Veldmeijer een vraag aan u en dan de heer Jonker. En dan geeft u antwoord op beide ingestelde vragen. Dank u wel. Natuurlijk vertegenwoordigt u een bepaalde achterban in de gemeente Twenterand. Maar heeft u dan een onderzoek gedaan naar de opvatting van uw achterban op dit moment? Want 4 jaar geleden stemden ze weliswaar in grotere getalen dan de afgelopen periode, verkiezingen. Maar denkt uw achterban nog steeds hetzelfde? En zouden ze toch niet akkoord kunnen gaan met 4, 5 zondagen open? Hoe weet u zeker dat uw achterban dat niet wil? Dan de heer Jonker, wacht even, eerst de heer Jonker, dan kunnen jullie op beide vragen ingaan. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het CDA, hoor ik goed, heeft in het verkiezingsprogramma staan geen koopzondag. En u zegt dat het een vrije keuze is in de fractie. Mag het ervan uitgaan dat uw fractie gewoon tegenstemt? Want anders zou het kiezersbedrog plegen. De heer Kelder gaat u op beide vragen in, zowel van de heer Veldmeijer als van de heer Jonker. Dat laatste kan ik helemaal aanhouden, alleen ik ga mijn fractieleden niet verplichten om voor of tegen te zijn, maar die vrijheid wil ik hen wel geven. Ik heb alleen het volle vertrouwen dat wij gewoon alle fractieleden inderdaad achter ons verkiezingsprogramma staan en onze instellingen. En richting heer Veldmeijer, dit onderwerp is een. Hebben we dit voorjaar gevoerd, dus dat is vrij recent. Ik wil de discussie over het wel of niet open van op een zondag is natuurlijk al iets wat al een aantal jaren speelt en wat ook het afgelopen jaar gespeeld heeft. En best een intensief onderwerp tijdens onze voorbespreking tijdens voor de verkiezingen zijn geweest. Dus op uw antwoord zeggen, ja, we hebben daar inderdaad wel gepolst en gepeld. En we hebben zelf heel veel mensen gehad die zeiden van, op het moment dat jullie dat eruit halen, dan zijn jullie onze partij niet meer. Ja, en daarvoor dat respect en daarvoor staan we hier. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Smelt. De Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. De SGP-fractie die vindt dat het een spannende avond is. Onze fractie vindt dat we onze verantwoordelijkheden moeten nemen bij hetgeen wat wij beloofd hebben in ons verkiezingsprogramma en wat wij afgesproken hebben met onze coalitiepartner. En we hebben afgesproken dat wij hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor onze stem al hier, ook over dit onderwerp. Voorzitter, ik wil me eerst richten tot de indieners van de motie. En inderdaad, ik moet terugkomen op datgene wat ook mijn collega Elsinga zojuist hier bezigt. Het instrument motie vreemd voor één koopzondag vinden wij heel betreurenswaardig. Het instrument inzetten is democratisch verantwoord, dat mag. En ik heb hem zojuist ook in een gesprek daarover aangegeven dat ik daar ook niet op tegen ben. En mijn fractie ook niet. Maar dit onderwerp verdient wel een breder debat in de raad, maar verdient ook een bredere inspraak. Alhoewel zich nog een aantal kerken
ten nauwe nood gebeurd hebben een stelling naar ons toe te sturen. En voornamelijk uit, mag ik wel zeggen, één bepaalde denominatie. Alhoewel ik weet dat er veel meer denominaties zijn. Voorzitter, vinden wij het jammer dat deze denominaties niet de gelegenheid hebben om zich te laten horen. Mijn fractie vindt deze motie voor het debat ook niet goed. Er komt een besluit. Maar het debat moet hier gevoerd kunnen worden. En wij spreken in een eerste termijn over de inhoud van deze motie. Ik zou veel liever ook vragen stellen aan insprekers, wat we op andere terreinen ook veelvuldig doen, zodat het debat ook op die manier gevoerd kan worden. Dus ik wil de indienst van de motie vragen om de gemeenteraad, zoals we net ook besproken hebben over een ander onderwerp, de gelegenheid te geven een breed debat te hebben, een aanmelding te doen voor een raadsdebat en te wachten tot de raadsbesluit dat we met elkaar over de inhoud gedebatteerd hebben. Dan kunnen raadsleden individueel ook op basis van hoofdelijke afweging een betere verantwoording maken. Vooralsnog zal de ChristenUnie-fractie zich houden aan dat verkiezingsprogramma. Daar hebben wij aangegeven dat wij in Twenterand niet voor een koopzondag zullen stemmen. Dus wij houden ons aan de afspraak die we in het verkiezingsprogramma gemaakt hebben. En dat is dan ook hetgeen wat wij graag met u delen. Maar we zouden veel liever met u de argumenten delen waarom. Vooralsnog houd ik me tot deze motie vreemd en moet ik mij helaas beperken tot de keuze waar ik voor sta en kan ook niet uitwerken, voorzitter, en zal dat ook niet doen. Dank u wel. De heer Veldmeijer heeft de vraag. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, we kennen de ChristenUnie als een partij, althans. De partij werpt zich als zodanig op als een partij van het verbinden. Dat doen ze in Den Haag, dat doen ze, proberen ze op provinciaal niveau en ik neem aan ook op gemeentelijk niveau. En ik had net tegen mijn collega van de SGP al gezegd, van respect werkt twee kanten op. Nou, als u nu echt wil verbinden in de gemeente Twenterand, dan zou u die strategie moeten volgen. En ik snap er niet, voorzitter, dat mijn collega dan zo volhardt in het feit dat hij zegt, zondag gaan de winkels nooit open. Als u wilt verbinden, heeft u nu de gelegenheid vanavond om te verbinden. Wat weerhoudt u? De heer Smelter, nu het woord. Voorzitter, ik zou graag willen dat de heer Veldmeijer daar blijft staan. Want hij is blijkbaar niet geïnteresseerd in mijn antwoord. En als hij daar gaat zitten, krijgt hij van mij ook geen antwoord. Maar ik vind het wel verzoenlijk, want ik weet zeker dat u mij een vervolgvraag gaat stellen, dat u daarom blijft staan. Voorzitter, in de verbinding zitten elementen die ik juist oproep, zojuist, in mijn aanvang om een debat te willen hebben. Want juist daar verbinden wij partijen van voor- en tegenstanders met elkaar en wegen dan vervolgens het debat af. Deze motie dwingt ons nu, gijzelt ons nu, om op één koopzondag een keuze te maken waar ik van zeg, dan hangt mijn fractie sterk aan het verkiezingsprogramma en geeft dan aan dat wij allemaal zullen stemmen voor hetgeen wij in het verkiezingsprogramma hebben staan. Dat is geen kiezersbedrog, dat is een belofte nakomen en dat kunt u weten, want dat hebben we opgeschreven. Een ander punt is dat in die verbinding er mogelijkwijs wel andere elementen zitten die wij u in het debat graag zullen laten zien. Want anders dan waar de SGP net op staat, heeft mijn partij wel degelijk de ruimte voor het individu om op zondag keuzes te maken die hij of zij vindt passen bij zijn of haar levensovertuiging. En ik kan u vertellen, die zijn van links tot rechts. En daar zullen we ook een verbinding in moeten zoeken. Dus mijn achterban, onze achterban, is daarin, zoals u weet, en dat staat ook in het verkiezingsprogramma, niet altijd op dezelfde manier in het hele land eenduidig. En dat weet u ook. Maar ik sta hier voor Twenterand en op basis van het verkiezingsprogramma voor Twenterand waarmee wij gekozen zijn, moeten wij ons baseren op datgene wat wij beloofd hebben. Maar wij gaan wel graag het debat met u aan. En dat zegt dus niet, voorzitter, op dit moment, dat wij die verbinding dus niet zoeken. Want die verbinding zit ook aan de andere kant. Die zit ook aan de verbinding van de tegenstanders. Dus het is niet alleen de voorstanders. Dus daar willen wij dan graag met u over debatteren. En ik hoop ook dat u dat dan respecteert. Dus zeg mij nu niet dat wij niet verbinden. Die verbinding die zit op een ander terrein dan wat u graag van mij wil horen. Die verbinding zit er misschien ook wel bij die hele kleine winkelier, die ene zelfstandige waar ik in het verkiezingsdebat met u over in debat was, die kleine winkelier die zich genoodzaakt voelt op zondag de winkel te openen en dat eigenlijk niet kan waarmaken, niet wil en ook geen personeel daarvoor heeft. Daar zit ook een zorg van onze fractie. Daar wil ik ook graag de vinger bij leggen. En dat kan ik in het debat beter doen dan nu over die motie, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer voor een aanvullende laatste vraag. Ja, ik zou tegen mijn collega willen zeggen, het gaat om één zondag. Eén zondag.
En op het moment dat u nu uw bezwaren kenbaar maakt in de raad, heeft u vooraf contact gezocht met de VVD en uw mening daarover geventileerd, doorgegeven aan de VVD, dat u er zo over dacht? En punt 3, nu wil ik afsluitende opmerking, voorzitter. Ik denk niet, of de PV denkt niet, dat wanneer wij hier een debat voeren over de koopzondag, want dat is in iedere huiskamer al besproken, dat bepaalde meningen gaat veranderen. Dus, maar over vanmiddag gesproken, het gaat maar om één zondag. Maar heeft u van tevoren uw bezwaren kenbaar gemaakt bij de VVD? De heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, dat doe ik al sinds 2001, zolang zit het in de Raad. En zolang is dit standpunt wat wij met de VVD delen ook bekend, ook toen wij met de VVD, LLT, in een coalitie zaten. En toen was er nog een gesternte waarin de VVD zich schikte in de situatie dat wij in Trenbrand geen koopzondagen hadden. Het is nu juist de VVD die vanuit zijn positie in orde vindt om dit debat te voeren. Maar doet dat met een instrument, en daar sta ik hier voor, die mij niet zozeer past. Ik wil liever een andere wijze van debatteren dan een motie vreemd. En volgens mij heb ik dat voldoende uitgelegd, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Meneer Smelt, ik hoor u twee dingen zeggen. U zegt van, ik sta voor het standpunt waar onze partij heeft ingenomen en u wil het debat. Dat zijn bij mij twee verschillende dingen, want u zegt van, ons verkiezingsprogramma zegt dat wij tegen de opening van zondag zijn. Dan kunt u mij dan uitleggen wat een toegevoegde waarde is van een debat? Geeft dat het debat dan u toch de vrijheid om af te wijken van uw belofte aan de kiezers? Heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, dat laatste zou ik willen zeggen, de belofte aan de kiezer die staat. Maar ik vertelde u dat in een debat de mogelijkheid voor inspraak, zodat ook hier een podium kan worden gegeven aan mensen die duidelijk willen maken, of partijen die duidelijk willen maken dat zij daarop tegen zijn, dan ook mogelijk is en wij als politieke partijen in de breedte vragen kunnen stellen, zodat de zorgvuldigheid voor beide partijen mogelijk is. En die mogelijkheid wordt nu ontnomen en zit hem alleen maar in het feit dat er nu nog gauw vandaag nog een schriftelijke reactie kwam. En daar hebben wij moeite mee. Dank u wel. De heer Kelder heeft nog een aanvullende vraag. Ik kan me voorstellen dat u zegt, als u bij de GPT-fractie zat, dat u dat voorstel zou doen. Omdat de GPT-fractie, wat meneer Alsinga ook aangeeft, de vrijheid in de fractie heeft en daar er geen afspraken zijn. Maar u geeft expliciet aan dat, net als wij gezegd hebben, wij zijn tegen de zondagopening. Dus dat verbaast mij. Maar dat is uw eigen keuze en uw eigen inbreng. Geen vraag eigenlijk aan u. Dan de heer Veldmeijer, nog een laatste. Ik probeer wel laatste, voorzitter, alles te volgen, maar wel zo dat we op een bepaald moment ook kunnen afronden. Dus meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik ben de heer Kelder zeer dankbaar, want meneer Smelt valt nu enorm door de mand. Want hij heeft een standpunt ingenomen waar niet van af te wijken valt. En hij wil toch een debat wat uiteindelijk niets oplevert. En dat noemen wij in de politiek debat voor de bühne. U zoekt gewoon nu een reden om het liefste dat de VVD dit natuurlijk aanhoudt, dat we niet te maken hebben met een koopzondag in december. De heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, ik doe niet aan complottheorie. En als meneer Veldmeijer dit vindt, dan is dat zijn mening. Dat wij het debat willen vertragen, want dat is niet aan de orde. Ik heb alleen duidelijk willen maken dat er meer motieven hier in de Raad gedeeld moeten worden dan enkel datgene wat we nu doen. En als de Raad vindt dat dit voldoende is, dan zullen wij ons voorstel dus ook handhaven op basis van de stemverklaring die ik u net heb gegeven. U stelt ons dan ook in de gelegenheid om dat te doen. En dat vinden we prima. Het gaat om deze ene zondag. De Raad gaat erover. Maar ik vertel u dat wij ook in onze verkiezingsprogramma een aantal dingen hebben staan die de mogelijkheid moeten geven aan de brede maatschappelijke discussie. En daar roep ik toe op. En er staat niets in de weg dat onze keuze om tegen deze motie te stemmen ook gehandhaafd blijft, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb net in een interruptie debat al aangegeven aan de heer Kobus wat onze hoofdreden is om tegen te zijn tegen deze motie. Ik onderschrijf wat de heer Smelt net zegt, dat een ordentelijk debat beter was geweest dan een motie vreemd, want het voelt ook ongemakkelijk. Want we hebben ook de brief gelezen van de beide denominaties en daar is ook alweer een vervolg op gekomen dat er al 4 denominaties onderschreven zijn bij de brief.
Maar er zijn meer redenen te noemen om tegen deze motie te zijn. Eerst procedureel, de motie aan zich, maar ook sociale redenen. Ik begin eerst even toch bij de motie. Waarom ineens zoveel haast? Heeft u daar echt ondernemend FromSoap voor nodig? Of had de VVD ook niet eerder met dat idee kunnen? Ik bepleit niet dat u met zo'n motie eerder had moeten komen, want het standpunt van de SGP blijft gewoon tegen. Maar een ordelijke, wij zijn wel voor ordelijke besluitvorming. En dat, dat missen wij gewoon voor dit toch wel beladen onderwerp, toch een omissie. En dat doet ook tekort aan al die partijen, aan de gevoelens van heel veel mensen die er toch ook anders over denken, die toch ook om religieuze motieven tegen zijn. Dat betekent niet dat wij geen respect hebben voor anders denken. Dat hebben wij wel zeker, ook als SGP, roep ik dat nog maar even in herinnering, zijn we in het politieke debat en in het politieke spel toch ook vaak het radertje wat de verbinding moet zoeken. Denk landelijk, maar ook provinciaal wel, diverse keren, maar ook lokaal zeker. Dus wij opereren gewoon binnen het democratisch bestel. Maar dan, voorzitter, echt op de motie gericht, die zorgvuldigheid, die missen wij gewoon. Kijk, SGP houdt ook niet tegen dat er een ontwikkeling is. Maar een draagvlak, en ook om de inwoners erbij te betrekken, daar heeft u het ook over participatie. U stelt in de motie wel over de overheidsparticipatie, maar wat bedoelt u dan mee met de overheidsparticipatie wat u daar schrijft in uw motie? Wat bedoelt u daarmee? Als we het hebben over een pilot, dat is dan een, ja, hoe noem je dat, een proef, of hoe gaat u dat evalueren? Wat zijn de spelregels? Het is niet eerlijk om tijdens de wedstrijd of na de wedstrijd de spelregels te hanteren. Wanneer is deze pilot geslaagd? Ademt deze motie niet meer dan gewoon laat alles, de hele boel maar open, iedereen is vrij om dat te doen. En het begint met één zondag. Het gaat maar om één zondag. Ja, maar de deur staat wel open. Dat is dus wel een hele kardinale grens. En als het nou om één zondag gaat of twee zondagen, het gaat wel ergens over. Maar wat zijn de spelregels? Kan het dan maar zomaar zijn, als het niet werkt, dat het gewoon weer van tafel is, hè? Dat we dat gewoon niet moeten doen? Of geeft u gewoon klip en klaar toe, zegt van joh, er moeten gewoon koopzondagen zijn en klaar? Wat is het vervolg hierop? En hoe gaat men dan evalueren? En dat is dan ook een vraag richting het college van wat gaat zij met de motie doen? En hoe ziet zij de uitvoerbaarheid daarvan? Ook om op zo'n korte termijn dit nog te realiseren. En het is net al door vorige sprekers aangehaald dat er ook een brief binnengekomen is. Ik dacht dat de heer Elsinga dat aanreikte van de heer Op de Weeg. Dat zijn gewoon kritische vragen die gewoon stellen. En eigenlijk is dit gewoon een motie die niet goed onderbouwd en gefundeerd is. En dat vind ik niet kunnen. Allemaal heel eenzijdig. Maar naast deze principiële en procedurele redenen zijn er ook sociale redenen. En als je dat kort door de bocht moet samenvatten, dan denk ik aan een televisieprogramma. Je zult denken een televisieprogramma met de titel van De Wereld Draait Door. Hè? En dat kunt u negatief opvatten. Alles moet maar door, 24/7, maar het is zo'n gehaaste tijd. We hebben het vanavond om tussen 6 en 7 ook in het presidium aan gehad. Drukke agenda's. Daar is geen rust meer. Dus wat is het die collectieve rustdag nog waard? Daar gaat zo preventief ook wat van uit dat wij die rust ook creëren in de samenleving. En als het gaat om die motie, er wordt ook met geen enkel woord gerept over medewerkers. De vrijheid voor de een is een onvrijheid voor de ander. Met alle respect voor die motie, daar doe ik niks toe aan af. Ik zie ook de Partij van de Arbeid eronder staan. Ik begrijp dat ook. Maar ik wil toch de vraag van de positie van de medewerkers wordt op geen enkele manier aandacht voor gevraagd. En dat vind ik toch een gemis. En dan omschrijf ik toch nog een keer die oproep van de heer Smelt om dat brede debat aan te gaan, om ook die kansen te bieden aan kerken, aan organisaties, aan burgers om in te schrijven. En ja, wij houden niks tegen, want het zal hier straks beslist moeten worden met een stemming. En dan gaat het. Maar ga voor een zorgvuldig debat, voor een zorgvuldige procedure.
Het wordt er nu doorheen gejast. En dat moet je niet willen. Voorzitter, ik rond af. Er wordt ook nog genoemd over een toeristische redenen. Maar gaat nu werkelijk één toerist naar Twenterand om dat daar de winkels open gaan? En wat doet u met de bakker en wat doet u met de slager? De grote winkelbedrijven die pikken straks alles in en dat zal een verarming zijn voor onze samenleving. Dat moeten wij niet willen. Hou dat een halt toe, roep. Roep dat een halt toe. Sorry, voorzitter. Maar goed, wij hebben ook de onderliggende stukken wel gelezen. Hè. De enquête die door ondernemend Vroom Soop is gehouden. We zijn ook zelf de hot op geweest. We hebben enkele winkeliers ook bezocht. En dan denk ik van, heeft u dan de enquête gezien? Welke enquête hebben die ondernemers gehad? Wat zijn de onderzoeksresultaten daarvan? We hebben dat niet kunnen, niet kunnen zien. We hebben wel gehoord dat er bij bepaalde winkeliers niemand aan de deur is geweest. Ik kan het niet beoordelen. Ik neem het maar aan voor wat het is. Maar het fundament wat onder die motie ligt, dat moet toch echt beter. En ik pleit helemaal niet voor dat het dat je die motie niet mag indienen, maar toch een zorgvuldige en een betere onderbouwing wat ons betreft toch wel beter. En dan hoop ik toch ook dat de rust in Twenterand gewoon op zondag gehandhaafd blijft. Dat is zozeer uniek. Het wordt overal al toegelaten. En wees daar uniek in. Kijk naar gemeenten zoals Rijssen, Holten, die toch ook op de zaterdag doen. Dus dat is toch beter dan toch ook op die zondag maar open gaan. Want het gaat gepaard met... Meneer Jonker, u herhaalt steeds weer. Ja, oké. Okay. Lijkt me wel handig. Ik rond af, voorzitter. Dit wil ik er nog van zeggen. Dat we ook meerdere middelen hebben om onze middenstand te ondersteunen dan alleen op zondag open zijn. Want kijk naar Ede, kijk naar Hardenberg. Kijk, als het mooi weer is, ja, er zitten terrasjes vol. Maar die mogen al open. Maar het zal echt geen soelaas bieden voor de... voor de middenstand en klein bedrijf. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Veldmeij, wil u het woord? Hoeft niet, dat weet u van mij, maar ik ga wel de rij langs. Ik ben altijd bang iemand over te slaan. Aan u het woord, meneer Veldmeij. Oh. Nee, voorzitter, ik denk dat ons standpunt wel duidelijk is. Ja, dank u wel. Dan de heer Kobus, ook niet. Nee, ik ben al geweest in eerste termijn, de heer Reusken. Sorry, heer Kobus. Ik ben al geweest bij de indiening van deze motie. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ken de heer Smelt als een zeer ervaren raadslid. En ik moet zeggen dat hij in zijn betoog wel de kern raakt van voeren we het debat over dit onderwerp op een goede manier. Tegelijkertijd ligt er wel een initiatief vanuit ondernemend Vroom Soop, waarvan wij vinden... als partij dat die koopzondag wel mogelijk zou moeten zijn en waar wij ook ruimte aan willen bieden. Tegelijkertijd, volgens mij, kunnen we dit debat ook gaan voeren. Vanavond zijn we in het presidium ook geïnformeerd over de route die gevolgd gaat worden. En volgens mij zitten... Even voor alle duidelijkheid, u bent geïnformeerd afhankelijk van het besluit wat u neemt. Hè? Anders lijkt het net of er al iets voor gekookt is in het presidium. Dat wil ik verre van me werpen, dus er is gekeken... Als u een besluit neemt voor wel een koopzondag op 23 december, wat dan de route kan zijn, zodat ook op de goede momenten de goede debatten gevoerd kunnen worden, maar ook op tijd een besluit genomen kan worden. Dat is gedeeld in het presidium, niet meer. Dank u wel, voorzitter. En terecht dat u mij daarin aanvult, corrigeert. Op het moment dat die motie inderdaad wordt aangenomen, zijn er nog momenten waarop we dat debat kunnen voeren. En volgens mij zit daar ook ruimte in. Om dan dat debat te voeren. En ik ben het ook eens met een aantal insprekers. We zullen daar ook een vervolg op moeten geven. En dat kan volgens mij ook nog plaatsvinden. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we per se het debat eerst moeten voeren. Om al volgens een besluit te nemen. Volgens mij kan die koopzondag die in de motie wordt voorgesteld. En waar wij nogmaals voorstander van zijn. Prima in het debat worden meegenomen. Dus in die zin zullen wij voor... de motie stemmen.
U bent ook mede-indiener, dus dat is ook wel logisch, ja. Ik zeg het maar even, het is ook heel vreemd. De heer Jonker heeft een vraag aan u. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had in mijn bijdrage ook genoemd, de medewerkers, u als van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, moet u daar toch aan het hart gaan? U komt toch op voor de medewerkers en de arbeiders? Er wordt met geen enkel woord over gerept. Hoe staat u dat in? Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitters. Uiteraard zal dat ook worden meegenomen, maar er zijn ook winkeliers en ondernemers die dit graag willen. En ik ga ervan uit dat zij in hun personeelsbeleid en de manier waarop zij met die werknemers omgaan, dit onderwerp zullen bespreken. En het is straks ook aan de ondernemers zelf om te kijken hoe ze daar vorm en inhoud aan geven. Ik ga ondernemers niet voorschrijven hoe zij met hun werknemers moeten omgaan en of zij hen wel of niet moeten gaan verplichten om te gaan werken. Dat is een eigen afweging, eigen keus. En ik acht ze daar heel toe goed in staat. Aanvullende laatste vraag, de heer Jonker. Ja, een aanvullende vraag erop. Terecht, hè. De antwoord wat de heer Reusken aangeeft, de ondernemers zijn daar zeker bij machten om dat te doen. Maar de medewerkers, kijk, nou, maar het gaat gewoon een verkeerde kant op, want als je de winkelier die zoekt personeel, en er wordt er even gevraagd van bent u ook bereid om op zondag te werken, dan wordt er gezegd ja, nee, eigenlijk niet. Wat denkt u, dat die, wordt die aangenomen of niet? De heer Reusken, u gaat zelf over uw antwoord. En het was ook, ja, ik probeer het af te ronden, want anders dan blijven wat hangen. De heer Reusken, nu het woord. Ja, voorzitter, ik denk niet dat een werkgever de kwaliteiten van een medewerker bij een sollicitatie laat afhangen of die wel of niet op zondag wil werken. Ik denk als die kwaliteit heeft, zal die aangenomen worden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is alle inbreng geweest. Dan geef ik het woord aan wethouder Harmsen, die namens het college zal ingaan op een aantal dingen. Ja, de heer Kobus, u bent natuurlijk al geweest. Ten eerste mij met indiening van uw motie. Oh ja, dan zit ik even na te denken. Nou, dan geef ik eerst de heer Kobus het woord om in te gaan op de vragen die door andere fracties zijn gesteld. En dan geef ik wethouder Harmsen het woord. Het is een beetje van hoe gepakt we dat. De heer Kobus, aan u het woord. Ja, voorzitter, er zijn vragen gesteld over de snelheid en waarom of dit nou moet en dat mensen debatten willen. Maar juist om dat debat mogelijk te maken, moeten we deze motie aannemen. Want de motie behelst alleen maar een aanpassing van de winkeltijdenverordening, zodat het in de volgende debatten komt op 4 december. En dan kunnen we er met elkaar over spreken, kunnen ook insprekers kunnen het woord doen. En er volgt pas besluitvorming in de raadsvergadering van december. Dus om nou dit debat mogelijk te maken, moeten we eerst de winkeltijdenverordening aanpassen. En dat is wat deze motie behelst. Dank u. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Harmsen namens het college. Ja, er zijn geen vragen gesteld, maar het is toch goed om iets namens het college te zeggen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest trouwens net aan het begin nog wel even lachen, even los van het onderwerp. We hadden toen straks over communicatie van simpele woorden. En op een gegeven moment kwam het woord, ik vond het wel geinig, kwam denominatie kwam voorbij. En ik fluister nog even naar mijn buurman, de heer Koster. Ik zeg, wat is eigenlijk denominatie? Dus ik ben er nu achter, maar laten we ook met elkaar proberen soms gewoon woorden te gebruiken die ook door mensen op de tribune ook te begrijpen zijn. En soms ook voor een wethouder. Dank u wel. Even de koopzondag. Eigenlijk heb ik vanavond de meest makkelijke positie, want ik doe gewoon datgene wat de raad wil. Ik heb wel respect trouwens voor de ondernemers die hier zijn. Ik heb gisteravond een zeer goed gesprek gehad met ondernemers van Zoop. Er zijn een paar ondernemers zijn nu ook aanwezig. Even los van dit onderwerp, maar toen gaven ze al aan van we zijn hartstikke druk, we hebben weinig tijd. En dus we moeten altijd wat tijd zien vrij te maken. En volgens mij hadden zij verwacht dat dit onderwerp vanavond dat is eerst op de agenda stond. Dus dank dat u er nog steeds bent. En dan deze motie die voor ligt. Er zijn twee vragen gesteld. Ten eerste wil ik even naar het laatste stuk van verzoekt het college. Nou, het geeft ons voldoende ruimte, want er staat in rekening te houden met het gelijkheidsbeginsel. Want daar zit nou net het punt. Als wij het alleen voor Vroomshoop gaan doen, dan zal wellicht een ondernemer uit Westerhaar gaan zeggen van waarom wel in Vroomshoop en niet in Westerhaar. Dan zal wellicht een ondernemer uit Den Ham zeggen van waarom wel en dus dan krijg je dat soort discussies. Dus wij willen wel met elkaar, als er een aanpassing komt, dan moet dat er een zijn die juridisch ook correct is. Dus dat die dan van toepassing is voor
de gemeente Twente rand, dat wij niet vervelende situaties krijgen, dat de ondernemer zegt van, hey, waarom daar wel? Dus dat willen wij wel meegeven in deze motie, maar hij staat ook in het gelijkheidsbeginsel. Dus wij zullen dat dan ook meenemen als daar voor wordt gestemd en als we het debat met elkaar aangaan. Want wij willen geen vervelende situaties krijgen. Dus het moet een juridisch kloppend model zijn waar wij straks met elkaar mee kunnen gaan werken. En dat bijvoorbeeld een hamer ondernemersvereniging of een HAMI zegt van wij werken daar niet aan mee, dat is een goed recht. Maar wij kunnen geen onderscheid gaan maken binnen onze eigen gemeente. Dan kom ik ook nog even bij dat laatste punt. Inderdaad, er werd al een keer aangehaald van ja, wat gaat u nou evalueren? Er staat eerst, staat constaterende dat heeft verzocht koopzondagen een pilot. En dan kom ik bij het laatste punt. Ja, even kijken voor het verstrijken van 1 april samen met ondernemend Fonds op deze pilot te evalueren. In dit stuk gaat het dus om die ene dag. Dat is eigenlijk het voorstel. En dan ben ik altijd wel benieuwd van wat gaan we dan evalueren. Als ik dan terugkom naar de raad en ik heb het ondernemend Fonds op even weer om tafel gezeten. En ondernemend Fonds op die zegt van het was een mooie dag. Bijvoorbeeld, hè, kan. Is dat dan de evaluatie die u van mij verwenst? Is het ook dat ondernemend Fonds Hoop dan met allemaal van die klikkers langs de weg moet gaan staan van wat komt allemaal onze kern binnen? Willen we dat? Dus ik vraag me af, wat gaan we daarmee doen? Is het noodzakelijk dat we hele stukken aan gaan leveren? Of kunnen wij ook zeggen van, we gaan eens een keer vragen dat ondernemend Fonds Hoop eens een keer een toelichting geeft. Of dat we gewoon eens het gesprek met zo'n club aangaan. Of dat ik even een overleg afwacht met platform detailhandel en dat ik even een terugkoppeling doe. Dus evaluatie, dat klinkt soms heel zwaar en ik wil niet een ambtelijke organisatie opzadelen met allerlei stukken die zij op moeten maken. Dus ik wil wel enige redelijkheid daarin terugzien. Maar ik heb het gevoel dat er een ideetje aankomt. De heer Veldmeijer wil daarop ingaan of een vraag stellen. Aan u het woord. Dank u wel. Ja, de wethouder zou ik zeggen, het is richting kerst. Mensen hebben 13 maanden gehad, of in ieder geval het salaris al gehad. Als het sneeuwt, dan heb je helemaal een kerstsfeer. En de enige evaluatie, denk ik, die u kunt doen op dat moment, is om te kijken hoeveel mensen er op de been zijn, hoeveel klanten er op de straat lopen. Dat is, denk ik, de evaluatie die u moet doen, dus puur visueel, denk ik. Ik kijk even naar de heer Jonker en dan gaat de wethouder erop in. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In aanvulling daarop op die evaluatie. Ik zou daar zeker voor willen pleiten om niet alleen te raden te gaan bij de ondernemers, maar ook andere betrokken partijen die daar zijn. Hè, medewerkers, maar ook samenleving. Meer draagvlak om dat te kijken hoe dat zich ontwikkelt. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Maar daar zit nou net. Wethouder, aan u het woord. Oh, sorry, voorzitter. Ja, geeft niet. Dank u wel, voorzitter. Sorry. Daar zit nou net voor mij het punt. Dat ik denk: van, ja, hoe groot gaan we zo'n evaluatie maken? Wat gaan we dan doen? Gaan we dat neerleggen bij de ondernemer van Zoop? Gaan we dat neerleggen bij de ambtelijke organisatie? En de vraag: is daar überhaupt wel capaciteit voor? Van welke partijen moeten wij dan vragen? Of gaan we gewoon eens kijken: van we gaan dit met elkaar doen? Het is uw voorstel, hè? Dus de raad. Het maakt ons niet uit. Wij gaan hetgene uitvoeren wat de raad wil. Maar ik probeer hem wel even wat af te pellen van wat we echt met elkaar willen. En ik zit er niet zo in dat ik denk van, ik wil niks aanleveren, maar wel in alle redelijkheid. En als ik allerlei partijen moet gaan vragen, ik moet inwoners gaan vragen, ik moet mensen vanuit de winkels moet ik gaan vragen, op basis van die ene koopzondag denk ik van, ja, wat is realistisch? Wat is ook realistisch in relatie tot het doel? Ik snap uw punt ook, ik snap uw overtuiging, maar daarmee zit ik wel van, wat willen we eigenlijk met die evaluatie? Kelder heeft de vraag aan u. De Kelder, aan u het woord. Ondanks dat wij het tegen zijn, maar ik denk dat het probleem wat u nu schetst helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Want een initiatief komt bij de ondernemers weg. Dan zou ik de evaluatie ook bij de ondernemers neerleggen. Want op het moment dat de pilot niet slaagt, zullen zij de eerste zijn die zeggen, maar we beginnen er niet weer aan. Ja, kijk, het is een voorstel wat vanuit deze kant komt. Ik vraag alleen aan hun de verduidelijking van wat vraagt u met een evaluatie. En als deze groep zegt van wij willen dat ondernemend Fonds Hoop een evaluatie aanlevert, dan vind ik dat prima. Maar dan is het ook aan de raad om later te zeggen van wij accepteren de evaluatie die hier nu voor ligt van ondernemend Fonds Hoop. Ja? Dank u wel. Een heldere boodschap, een heldere vraag aan de indieners van de motie. Ik ga een tweede termijn toestaan en ik geef als eerste de heer Kobus het woord. Die zal spreken. Misschien wel namens drie fracties.
Ik wacht af. De heer Kopers dan nu het woord. Ja, ik heb net al gezegd, om het debat goed te kunnen doen, moeten we die motie aannemen, want dan volgt een wijziging van de winkeltijdenverordening. De vraag van de heer Elzinga nog van waarom één zondag? Nou, wij vragen niet om één zondag, maar ondernemend Fonds Hoop heeft aangegeven voor dit jaar nog één zondag te kunnen doen. Maar de motie behelst een aanpassing van de winkeltijdenverordening. Dat wil zeggen dat we dit jaar tegemoet kunnen komen aan de wens van ondernemend Fonds Hoop, maar misschien komen ze volgend jaar wel met 4 zondagen of 2, ik weet het niet. Of misschien komt er inderdaad wel een verzoek vanuit Westerhaar om ook zoiets te doen. Ik kan u wel zeggen dat wij benaderd zijn door veel ondernemers, maar ook door andere mensen die zowel tegen als voor zijn. Naar mij hebben meer gereageerd van voor. Maar als zo'n dag niet goed is verlopen of niet gunstig is, beginnen die ondernemers er echt niet nog een keer aan. Dus die evaluatie is denk ik heel makkelijk te doen samen met de ondernemers. Want als het een dag geeft die reuring veroorzaakt in het dorp, die levendigheid brengt, vooral met de kerst, en die dan ook nog wat oplevert, dan is denk ik een win-win situatie voor iedereen. Dus daar zou ik voor pleiten. Maar eventjes voor alle duidelijkheid, hè, want eventjes op datgene wat ook de wethouder zegt. U zegt van, wij vinden voldoende als in elk geval de ondernemersvereniging Vroom Hoop met een evaluatie komt. U zegt samen, dus het is weer een hele gevaarlijke. Dan legt u ook weer bij de gemeente iets neer, maar u bent ook tevreden wat wanneer onder andere ondernemend Vroom Hoop met een evaluatie komt. Het initiatief komt van de ondernemers, okay. Dus ik zou ook met hun gaan evalueren van wat is hun ervaring van die dag. Prima, dan heeft de heer Jonker u nog een vraag te stellen. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, dat gaat over die evaluatie. Kijk, het initiatief komt van de ondernemers, maar wij als raad, hè, u als indiener, komt met het initiatief om met die motie te komen, niet de ondernemers. U heeft wel geluid uit de samenleving daarvoor gehad, maar wij als raad nemen het initiatief. Hè, er wordt straks over gestemd. Dus dan vind ik het ook als de rol van een raadslid, als volksvertegenwoordiger, dat we die evaluatie ook als raad moeten oppakken. He, daar kunnen we ook in gezamenlijkheid over nadenken hoe zo'n evaluatie er dan zou moeten uitzien. He, en niet direct alleen maar bij de ondernemers neer te leggen, want dat doet u aan iedereen recht om dan toch ook als raad zo'n evaluatie te bedenken en hoe de route daarvan is. Hoe kijkt de heer Kopers daar tegenaan? Ik hoop dat nu het woord. Nou, ik zou niet op de stoel van de ondernemer willen gaan zitten als raad. Dus ik denk dat zo'n evaluatie door ondernemers met een wethouder prima kan. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Elzinga. Wil u in de tweede termijn het woord? Ja, ja. Ik wacht even totdat u met pasje en alles naar het spreekgestoelte. De heer Elzinga in tweede termijn. Peter, u hoeft niet in tweede termijn. Dank u, voorzitter. Ja, ik word er niet wat te blazen, maar doet ook niet zo ter zake in die zin. Dat vind ik ook een beetje met de discussie die hier speelt. Want uiteindelijk is het een principe kwestie, zoals ik al zei aan het begin. Je bent gewoon voor of tegen en volgens mij is er geen middenweg. Of het nu 1, 4 of 6 is. Ja, zo hebben wij dat in de fractie ervaren. Het is gewoon een principiële of een keuze, uit levensovertuiging, persoonlijke levensovertuiging. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Over de reactie van de wethouder over de evaluatie. Ik ben het met de heer Kopers eens en de heer Veldmeijer, de evaluatie moet van de ondernemer van hem zo komen. Zij willen dit, dus als ze iets willen, dan moeten zij maar doen. Want zij kunnen het beste bepalen als iets een succes is. Als de kassa niet gerinkeld heeft, dan gaan ze inderdaad ook wel achterdoor krabben van moet ik dat nog een keer weer doen. Verder dat het om een motie vreemd gaat. Je zou kunnen zeggen van kun je er uitgebreider over debatteren. Ik denk niet dat daarin de standpunten zullen veranderen. Maar de VVD heeft wel duidelijk aangegeven waarom deze weg is gekozen. Hè. Het ging vanwege vakantie en toen is het net even niet gelukt. En dus er is wel een reden voor gegeven. En we hebben de spullen wel heel erg op tijd gekregen. Normaal krijg je een motie vreemd heel kort voor de tijd, maar... Dus daarom hebben wij het ook, ik zei al 4 september, er gewoon even over kunnen hebben. Iedereen heeft daar even over kunnen nadenken. Voorzitter, tot slot, de heer Jonker van SGP noemt even dat onderzoek, eigenlijk van dat het eigenlijk niks is. Ik zeg maar even vrij vertaald, hè. Nou, dat vind ik niet. Ik heb net als hier ook meerdere mensen, ook gewoon mensen ook gesproken. Zowel inwoners als ondernemers en voor- en tegenstanders. Ik kan niet echt zeggen wat het balans was, maar...
Er is wel degelijk de vraag uitgezet, maar dat is alweer een tijdje geleden. Die vraag, misschien herinneren zich mensen dat ook niet meer. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik heb in eerste termijn ons standpunt al heel helder en duidelijk verwoord, dacht ik. Maar even toch reagerend op de evaluatie. Ik heb net tijdens de interruptie al gezegd van het verzoek komt van de ondernemers. Dan zou ik het inderdaad ook daar leggen. Waarom zou het nou breder maken en moeilijker maken dan het nodig is? En op de motie. Ik denk inderdaad als je in december iets wil doen. Dan moet je nu dit onderwerp zo pakken. En met een raadvoorstel kunnen we alsnog een discussie voeren. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Wij accepteren dat wij de samenleving niet helemaal kunnen maken. En dat hoeft ook niet. De standpunten van iedere partij, maar ook ieder individu, die zullen we respecteren. Ook zo jullie vanavond, ieder raadslid vanavond stemt over deze motie. Wij vinden het principieel voor ons verdedigbaar dat wij tegen deze motie zullen stemmen. Dat heb ik u net uitgelegd. Maar om een poging te doen, om te laten zien dat de ChristenUnie daadwerkelijk verbinden wil, zeg ik met name tegen de indiening van de motie, of zij de komende tijden willen kijken naar het Rotterdams model, met betrekking tot de winkelopeningstijden, de winkeltijdenverordening, en daar dan bij het debat, als we daarover spreken, de inhoud met ons te willen bediscussiëren. Dus ik stel voor om te kijken naar het Rotterdams model en daar met ons dan het debat over te voeren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Wilt u nog een tweede termijn? De heer Veldmeijer. De Kobus is al geweest. De heer Reusken. Dan kijk ik nog naar de wethouder. Of u nog een tweede termijn wil. Ja, de heer wethouder Harmsen namens het college. Hele korte opmerking. Ik heb ondernemend van zo heb ik zojuist werk in de schoenen geschoven. Maar ik zag er wel wat instemmend knikkend, dus ik hoop dat zij daarmee akkoord kunnen gaan en dan gaan wij dat verder uitvoeren, mits de motie wordt aangenomen. Dank u wel. Dan sluit ik dit debat en ga ik over tot stemming. En voordat ik tot stemming overga, is het natuurlijk de eerste vraag of iemand een stemverklaring wil afleggen. En dan wil ik ook graag weten hoe u wilt stemmen. Dus dat vind ik even van belang. Hoofdelijk stemmen, dus dat houdt in dat ik... Dat de griffier de namen voorleest. Jij houdt dus... Ja, even... Ik moet eerst een nummertje trekken. En daar beginnen we. We delen in Harderwijk elke vergadering. Wacht even, wat is dit? Zes? Nummertje zes. Ja, nummer zes. Maar eerst, hè? Ja. Eerst gaan we nog de stemverklaringen doen en dan de stemming... Die worden hoofdelijk gedaan. Ik begin bij nummer 6. Dit is de heer Albersen. Ja? Ja? Eerste stemverklaring. Wil iemand nog een stemverklaring afleggen? Niet? Dan ga ik over tot stemming. Hoofdelijk waarin het gevraagd wordt voor of tegen. Albersen. Voor. Stolte. Voor. Sloot. Voor. Makkinga. Voor. Van Veen. Voor. Jager. Voor. Dekker. Voor. Kelder. Tegen. Kerkdijk. Tegen. Mevrouw Smelt. Tegen. Bramer. De heer Smelt. Tegen. Huisjes. Tegen. Hilberink. Tegen. Jonker. Tegen. Veldmeijer. Voor. Kobus. Voor. Reusken. Voor. Elsinga. Voor. Pape. Voor. Laarman. Tegen. Beulakker. Voor. En de heer Engels is er niet. Klopt, hè? Ja. Dan geef ik het woord aan de griffier voor de eind. 13 om 9.
Dan geeft de stemming aan dat er 13 voorgestemd hebben en 9 tegen. Dat houdt in dat deze motie is aangenomen. En dan wil ik toch met u het proces nog delen, want het is ook goed voor iedereen die dit kan luisteren, die dit kan horen en ook aanwezig is. Het college zal, zoals de wethouder ook aangegeven heeft, naar aanleiding van uiteraard de uitslag van deze stemming, waarbij de motie is aangenomen, de winkeltijdenverordening aanpassen in concept. En vervolgens zal deze 4 weken ter inzage worden gelegd voor zienswijze. Dat moet voor onze inspraakverordening. Ik noem nu geen datum, want anders dan gaat het misschien in eigen leven leiden, maar wel zo dat het op tijd kan. Dan zal het college een reactie op de ingediende zienswijzen vaststellen en zal dat naar uw raad gestuurd worden. Waarbij, en dat hebben we in het presidium afgesproken, het raadsdebat, daar noem ik wel de datum van, op 4 december zal plaatsvinden. En er zal dan op 6 december aan het begin een gemeenteraadsvergadering worden gehouden. Zodat op basis van de raadsdebatten tijdens de raadsvergadering de winkeltijdenverordening kan worden vastgesteld. Dat is uw bevoegdheid. En dan kan deze winkeltijdenverordening ook op tijd, en daar hing het heel erg om, op tijd geplaatst worden, bekendgemaakt worden ook in het gemeenteblad. Dat is een landelijk document waar dat soort dingen, om een juridisch kader te hebben. En dan kan de verordening op tijd in werking treden, zodat ook de ondernemers voldoende tijd hebben om ook hun koopzondag voor te bereiden op 23 december. Dat even in hoofdlijnen het proces, zodat we ook met elkaar weten dat het ook kan en hoe we daar ook in staan. En dat ook het college het verzoek genoemd in de motie zal uitvoeren op tijd op deze wijze. Dit even voor iedereen ter informatie. Ik sluit bij deze de raadsvergadering.